Hallo en welkom bij Powerpraat, jouw favoriete podcast over games en andere entertainment. Dit is aflevering 246 volgens de Luc-telling. We gaan het hebben over wat er nou op is met de belastingprijs van die PlayStation 5 Pro. We zeiden namelijk de vorige keer dat je genaaid werd en... surprise, je wordt inderdaad genaaid. PlayStation 5 Pro Anniversary Edition. Florian heeft een hartverscheurend verhaal hierover. Dan moet je echt luisteren. Hij doet er ook echt een kwartier over. Maar je hebt ook wel wat. We hebben het ook over Frostpunk 2. Is het nou een city builder of juist niet? Ja, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden voor Florian. We hebben het weer over Astrobot. Want het blijft toch een game waar je het over moet hebben. We hebben het zelfs even over FC25. Met tips die je absoluut nodig hebt om die game te spelen. Al... zijn er twee mensen die er totaal niet in geïnteresseerd waren, maar jij misschien wel. Predecessor hebben we het ook over, want dat is een game die Ruan speelt. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Maar we hebben het ook over wat er dit jaar nog uit gaat komen qua games. En dat zijn nogal wat games. En er zijn ook best wel wat toppers die eraan zitten te komen. Of niet? Ja, daarvoor moet je even blijven hangen natuurlijk. Veel plezier bij deze Powerpraat. Nou, daar zijn ze dan. Florian en Ruan. We moeten het denk ik even uitleggen, want Cody die zou eigenlijk terug zijn. Mm. Waren het niet dat die man echt mega geveld is door een enorme oorontsteking en toen is hij daarmee gaan vliegen en toen is dat een soort van geïmplodeerd en nu moest hij zijn hersenen ergens uit het uit van de cockpit van de muur afschrapen. Mm. En dat probeert ze nu allemaal terug te stoppen in zijn brein. Nee, hij is echt ziek. Dit is best wel zielig eigenlijk. Ja. Mm-hmm. En ik hoop dat hij de volgende week weer is. Maar dat is ook maar net de vraag. Ja. En toen dacht ik van, nou, dan vraag ik Sam gewoon weer. Maar die kon niet. En toen dacht ik, nou, dan vraag ik Ali. En die dacht van, ja, fuck no, ik ga niet reageren, niet eens. Voel je maar gehouden. Nou, en toen... had je het in de groep gegooid? Nog 15 man zeiden, nee, ik kon niet. Nee. Nou, iedereen wilde. Oh, dat was het. Ja, sorry. Ja, maar niemand kon. Ja, dat was het. En Ruan kon niet. Maar ik wilde wel. Ja. Maar uiteindelijk kan die ook. Dus vandaar. Welkom, Ruan. Hey, ja, thanks, yo. Eigenlijk wilde ik Ruan niet. Dat is een beetje... Je wilde mol. Huh? Is dat een andere persoon, ja? Is dat zo? Bij deze? Nee, eigenlijk wilde ik hem niet. Omdat hij dus... jij bent net verhuisd. En jij ging vorige week... Mm. Heeft hij de hele week bij andere mensen geslapen. Klopt, ik was een nomaad voor een weekje. Inderdaad. En toen heeft hij zijn PlayStation... Ik heb verschillende plekken geslapen. Oh, wauw. Ja. In een week? Ja. Holy shit. En dus de PlayStation kon hij niet eens aanraken. Nee. Laat staan zijn PC. Gelukkig kwam Balatro Mobile uit. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Lekker verslavend. Dus ik dacht van, dat is niet handig. Want die gozer heeft niks gespeeld. Ja. Maar dus wel een beetje. Jawel. Ah, oké. Okay. Nou, laten we er gewoon lekker mee beginnen. En ik dacht van, laten we nu eens een keer de comment van de week tune afluisteren. Want er is iemand die zegt, extreem irritant. En heet Martijn en de Man. Extreem irritant dat er nagenoeg iedere keer door de song van comments van de week wordt heen gepraat. Keert, breng die gitaar eens mee naar de studio en doe het weer live. Dat klopt. Daar heeft hij een heel goed punt. Ja, dat laatste. Er zit alleen geen gitaar in dit lied. En dat is het probleem ook. Dan zullen we ze naar luisteren om te kijken hoe we dit eventueel akoestisch zouden kunnen doen. Okay, en de volgende keer neem jij je gitaar mee. Heel stil dan. Yes. Ja, dat was gedaan. Misschien moet ik gewoon dat keyboardje even meenemen. Ja, dat is net zo'n synth. Kan je dat live, denk je?
Jawel. Nou, dat moet ik dan wel echt een soort van 3 weken oefenen. Maar dan lukt het misschien wel. Vet. Nou, volgende keer. Cheat. Het is wel eentje waar je eventueel dat live zou kunnen doen allemaal. Met allemaal effecten en zo. Mm-hmm. Dat zou er wel een andere versie zijn dan deze. En dat zou dan echt een 10 minuten duren. Zo. Dan moet ik eerst zeg maar de beat in spelen. En die moet ik dan op repeat zetten. Misschien kun je dat gewoon op de achtergrond. Ja, een beetje op een loop inderdaad op de achtergrond. Terwijl wij lullen. Ben jij gewoon met dat muziekje bij ze. Ja, dat zou kunnen. Oké, okay, Martijn, hopelijk... Speciaal voor jou. Ik denk dat hij gewoon even mijn cassettebandje op heeft genomen. Ja, dit is een bootleg. Hij staat nu op internet. Bootlegger, cheert. Ja, komt van de week. Wel grappig trouwens, dat ik had de vorige keer... dacht ik van... Ik was er eigenlijk vergeten om dat elke keer te doen. Maar je kan dus op Spotify kun je dingen achterlaten. Dingen achterlaten, zoals sleutels. Een vraag. Een vraag of een poll. En toen dacht ik, nou, we hebben het natuurlijk over de PlayStation 5 Pro. En ik kwam er dus... Ik was dus heel benieuwd hoe de luistercijfers waren. En dat gaat hartstikke goed. Dus gewoon door blijven luisteren, mensen. Niet uitzetten nu. Oh jee. Okay, en toen had ik dus op de valreep eigenlijk, toen iedereen het al had geluisterd, had ik nog eens een keer een poll online gezet. Van, ga je de PlayStation 5 Pro halen? Oké. Okay. Er zijn 4 mensen die hebben gestemd. Oké. Okay. En misschien moet je het volgende keer ervoor. Hoeveel procent denk je dat mensen... Van de 4 stemmen, hoeveel procent? Is dat nou wat je vraagt? Ja. Dat er... Ik heb 2 opties. Ga je de PlayStation 5 Pro halen? Hell yes! Oh. En hell no! Oké. Okay. Hoeveel procent denk je dat er hell no hebben gestemd? Ik denk 100%. Nou, ik denk 75. Of 75. Ik denk dat er eentje misschien tussen was. Ja. Het is inderdaad 100%. Okay. Wil ik nu een PS5 Pro? Oké, okay. Als je op Spotify luistert, ga dan even kijken. Want ik ga een nieuwe poll maken. Wat is, doe je dat dan nu? Poll van deze week. Oh, oké. Okay. We gaan het straks hebben over de games waar we het meest naar uitkijken. En de selecteren waar ik een aantal games lekker uit. Precies. En dan gaan we daar een polletje over maken. Doen we. Heb jij eigenlijk de Anniversary Edition van de PS5 Pro kunnen scoren, Florian? Daar komt een dramatisch verhaal over straks. Oké. Okay. Ja, want er zijn vragen over de PlayStation 5 Pro. Maar voordat we daarbij beginnen. Naut Oekeloen die zegt... leuke, energieke powerpraat. Ik zie er wel meer mensen die hebben... moeite wil ik niet zeggen, maar er zijn mensen die vinden het lastig om te dealen met de energie die Samuel dialoog, monoloog steekt. Mm-hmm. Dat gaat voor sommige mensen iets te hard. Hij gaat snel af en toe, ja. Dat komt voort uit passie allemaal, maar dan ratelt hij wel eens, denk ik. Maar goed, hij leert lekker. Dus dat maakt het goed. Dat deed Wouter ook wel. Maar hij zegt dus, klopt, een vraag, zou Wouter een keertje terug kunnen /mogen komen om te vertellen wat voor nieuwe job hij nou eigenlijk bekleedt en hoe het met hem gaat? Ik mis hem toch een heel, heel, heel klein beetje. Oh. Maar gelukkig is Samuel een erg goede vervanger /opvolger. Ga zo door, mannen. Dat is we gaan binnenkort gaan we afscheid van hem nemen. Mm-hmm. Officieel. Van Wouter? Ja. Niet van Samuel, even voor de duidelijkheid. Maar dat is altijd al een beetje het doel geweest. Het liefst had ik ook gehad dat hij met zijn nieuwe baan nog steeds lang zou komen. Maar dat is niet gelukt. Nee. Maar één keer zou vast toch wel een keertje moeten. Volgens mij is dat wel een soort van quasi afgesproken, toch? Hij doet inderdaad nog steeds zijn ding in de gaming-industrie. Ja. En het zou heel leuk zijn als hij kan komen uitleggen wat hij precies doet. Dus ja, zeker. Gaan we ons best voor doen. Ja. Er zijn veel mensen die hadden nog wel iets te vertellen over die PlayStation 5 Pro. Want het ging natuurlijk de vorige keer over de PlayStation 5 Pro. Mm-hmm. Mensen die gaan hem dus waarschijnlijk niet kopen. In ieder geval 4 van onze luisteraars. 100% van onze luisteraars gaat hem niet kopen. Okay. Er was nog wel even een dingetje over de BTW. Of de belasting over de prijs. Drunken Sailor zegt bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten is die $700 zonder btw, omdat elke staat andere btw-tarieven heeft. Gemiddeld gaat hij in de Verenigde Staten dus ook $800 kosten. Ja. Ongelooflijk dat jullie dat als journalisten niet even 5 minuten kunnen uitzoeken. Volgens mij zeg ik dat letterlijk in de powerpraat, dat er geen taxes op zitten. Ja. Wow. Ik krijg een keer. Geluid is ineens. Je bent er weer echt. Ben ik weer in stereo? Ben je ergens tegenaan? Ben ik een Dolby? Ben ik een Dolby weer? Je bent weer een Dolby. We kregen in één keer één
oor. Eén oor kregen wij geluid. Volgens mij zeg ik dat wel in de powerpraat. Ik weet het niet meer. Maar inderdaad, er zit tax op. In de meeste staten is het 10-11%. Dus als het $700 is, zit je op $770 met taxes. Als je dat omrekent naar euro, worden we nog steeds genaaid. Ja. Ja. Er stond trouwens wel onder de prijzen, including taxes. Maar dat stond dan onder die van Japan. Precies. Mm. Ja. En dat is dan de enige... Ja, want ik ging er dus vanuit. Dat stond dus onder al die prijzen. Ik denk van, nou ja... Dat het voor al die prijzen geldt. Ja, dat voor al die prijzen geldt. Nee, okay. Maar dat nee, dus was alleen zo. Voor de onderste. Ja, klopt. Oké, okay, maar goed, wij hebben natuurlijk ook veel meer belasting. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Maar er komt bij ons ook nog belasting overheen? Nee. Oh, okay. Als wij naar de winkel toe gaan, dan betalen alles. Wij gewoon het bedrag wat op de sticker staat. Waarom staat er bij ons dan niet including taxes en bij de Verenigde Staten? Nou ja, bij ons had dat er ook bij kunnen staan, maar dat is voor ons standaard procedure, zeg maar. Ja. En ze hebben het, zeg maar, bij die prijs van Japan was het inderdaad, geloof ik, hebben ze het erbij gezet omdat het daar niet standaard procedure is. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nou goed, dus het klopt, het is niet helemaal $700. Ze betalen inderdaad ietsje meer. Ja. Maar alsnog vergeleken met Europa betalen zij veel minder dan wij. Ja, want hoe staat de dollarkoers tegenwoordig? Ja, nog steeds best wel slecht, zeg maar, tegenover de euro, als je het zo zegt. Dat is ook de reden waarom je dus uiteindelijk alsnog genaaid wordt toch in Europa. Omdat die koers gewoon zeker loopt. Ook vooral door, en daarom wordt de hele wereld eigenlijk genaaid. De yen staat heel erg laag. Oh. Als je de yen vergelijkt met 4 jaar geleden, dan staat die echt 20% lager of zo. Dus het is ergens ook niet gek natuurlijk dat Sony soort van 20% meer vraagt nu dan normaal, om het maar zo te zeggen. Omdat die yen zo laag staat. Ah, dus daar heeft het ook zeker mee te maken. Het is niet de monster beste yennen. ik heb het net even omgerekend. Maar als je dus die €770 als de dollar, omrekent naar euro's, dan zit je nog geen €700. Dan zit je op €695. Ja, het scheelt €100 inderdaad. En daar komt bij ons nog eens een keer €105 bij bovenop dan eigenlijk. Ja, ja. Dus plus dat bij ons ook, dat is ook flauw, weet je, inderdaad, die disk drive is bij ons veel duurder. Ja. Ook 80 in Amerika of zo en 120 in... Dat is toch voor onzin? Ja, ik weet het ook niet. Dus, nou ja, goed, we worden dus nog steeds genaaid. Iedereen die daar iets over had te zeggen, ook Tobro, die zegt dat is zonder BTW. Dat klopt. Is altijd zo. De daadwerkelijke prijzen liggen wel dichter bij elkaar dan 699 versus 799, doe ik vermoeden. Nou, nee, dus. Nee. Zelfs meer. Dan €100 verschil. 105 dus, ja. We hebben het net gecheckt. Grand Theft Automan. Oh. Dat is de enige echte. Vol gas gaat hij. Die zegt, hoi puboys. Wie gaat de PlayStation Limited Edition PlayStation 5 kopen... die op 21 november uitkomt? Ik koop alleen de controller met vriendelijke groet. Mm. Dit is wel even een dingetje. Oh shit, nou is het een dingetje. Het is tijd. Florian, het was wel echt... Een fantastisch. Het was een 30-year anniversary edition van de PlayStation 5 Pro en de PlayStation 5. Mm, slim. Yeah, sort of. Ja. Die je kon kopen. Ja. De Pro is gelimiteerd. De normale niet. Dus de Pro die is genummerd ook. Er zijn er 12.1300 in totaal. Van de normale of de slim. Oh, serieus? De normale slim is niet, is niet genummerd. Die is ongelimiteerd 30th Sony anniversary. Sony noemt het een limited edition. Ja. Dus ik gok dat ze hem, weet ik veel, een jaar lang uitbrengen. Of zo. Ja, ze stappen uiteindelijk wel met het produceren maar, en uitbrengen. Maar vele malen meer dan de Pro versie. Oh, oké. Dat wist ik niet. Ik dacht dat ze beide limited waren. Nee. Die zien er wel echt heel vet uit. Zeker. Het heeft een beetje het design van de originele PlayStation. Ja, precies. Daar komt het vandaan ook. Er zijn er dus nogmaals 12.1300. Dat komt voort uit 3 december. 3 december 1994 is de eerste PlayStation gelanceerd in Japan. En dus brengt Sony er 12.300 uit. Het is ergens een beetje een gek getal, want waarom doen ze dan niet 12.394? Ja, ik vroeg me sowieso waar die 300 vandaan kwamen. Maar goed, zouden ook kunnen zeggen, voor deze 30 jaar laten we er 30.000 doen. Ja. Hadden ze ook kunnen zeggen. Ja. Ze hebben van de 20th anniversary PlayStation 4, dus 10 jaar geleden, hadden ze er ook 12.300. En ik denk dat ze gewoon hebben gezegd dat gaan we gewoon nog een keertje doen voor de 30 jaar. Dus daar komt dat aantal vandaan. Maar het is dus alleen de Pro echt. En dat is wel een beetje gek, want de vorige was dus eigenlijk een normale PlayStation 4.
En dit wordt dus een Pro. Ja. Oh, dat is dus toen niet de Pro die zeg maar genoemd was. Dat was een normale PS4. Zeg maar. Ja. Ja. Okay. En er was ook nog een 500 million PlayStation 4 Pro. Die was ook heel erg gelimiteerd. Die heb ik ook. Daar zijn er, even uit mijn hoofd, 15.000 van of zo, geloof ik. Oké. Zoiets. Die kon je vanaf vorige week kon je die online bestellen. En het was wel grappig, want op een of andere manier, heel veel mensen van ons op de redactie die zeiden van ja, die PlayStation 5 Pro, die hoef ik niet. Maar toch op een of andere manier, die ochtend zat iedereen in de wachtrij. Ja, het begon er toch wel een beetje te kriebelen, denk ik, bij iedereen. Ik had ook echt zoiets van, oké, ja, let's go. Mm-hmm. Hij was ook wel een stukje duurder, want het was een bundel. Want er zat een DualSense Edge bij. Ja, dat is die soort van pro-controller inderdaad. Ja. Die is op zichzelf al hartstikke duur. Die zit erbij en die is ook in datzelfde grijs. Ze hebben ook een normale DualSense in dat grijs. Ze hebben die PlayStation Portal ook in dat grijs uitgebracht. Dus die hele lijn, zeg maar, heeft die... Ja, dat grijs met dat gekleurde icoontje eigenlijk. Echt die PlayStation 1-stijl. Ja. En ik denk dat alle gamers, vooral de wat oudere gamers... die dat allemaal hebben meegekregen, die PlayStation 1... die zagen allemaal deze Pro en die dachten allemaal... oh, wauw, dit is puur de nostalgie. Zelfs al was je niet echt van plan om een Pro te gaan halen... triggert die toch wel iets in dit, je, denk ik. Dit was eigenlijk... een super slimme manier om alsnog die Pro een soort van met een vliegwiel aan te gaan jagen. Ja, want een paar dagen daarvoor hadden ze hem aangekondigd. Zeg maar echt gewoon de normale Pro, zeg maar. En toen was iedereen natuurlijk in shambles om die prijs. Vervolgens komt Sony met deze 30th anniversary eroverheen. Ja. En iedereen was het weer vergeten. Ja. En iedereen zei, jee, ik ga aan de rij staan voor een 30th anniversary. Terwijl we nog niet eens wisten wat die toen ging kosten. Ja. Dus ja, heel slim van Sony. Ja. Absoluut zeker. Ja. Heb je er een? Nee. Oké. Het is 25 september, 10:00 s'avonds. Het is de dag voor die pre-orders live gaan. Ja. Maar niemand weet echt exact hoe laat die pre-orders live gaan. Ondanks dat ik wel een vermoeden had, maar daar kom ik later. Dus om 10:00 s'avonds, ik dacht ja, het zou natuurlijk om 12:00 s'nachts kunnen gebeuren. Ja. Die kans die achtte ik klein. Ben jij gewoon de hele nacht wakker gebleven hiervoor? Ik ben mijn verhaal aan het vertellen, cheer, Jason. Ja, maar ik voel me al aankomen. Knettergekke man. Dus ik zat vanaf 10:00 zat ik braaf achter mijn PC. En ik begon zenuwachtig te worden. Oh nee. Want ik heb die 20th anniversary PlayStation 4. Ja. Ik heb die 500 million PlayStation 4 Pro. Er bestaat geen wereld waarin ik niet die 30th anniversary PlayStation 5 Pro heb. Tuurlijk niet. Klaar. Die moet je. Moet hebben gewoon. Er zijn een hoop dingen in deze wereld waarvan ik zeg moet hebben. Maar deze was echt moet hebben. Je wist het vanaf seconde 1 zeker. Holy shit. Ja. Maakt niet uit wat die kost. Moet hebben. Goed, dus 12:00 kwam. En ik begon braaf met refreshen. En dat doe ik niet op één monitor. Dat doe ik op meerdere monitoren. Op meerdere browsers. Ik heb zelfs mijn telefoon gepakt. En nog een andere telefoon ook gepakt. Zodat ik daar ook twee verschillende browsers. Dus ik zat echt gewoon met een soort van... Ja, hoe moet je het zeggen? Weet je, allemaal telefoons hier. Commando center. Ja, inderdaad. Zoiets inderdaad. Dus ik begon om 12:00 begon ik met refreshen. Nou, er gebeurde dus niks. Dan heb je nog een kans, want de soort van centrale tijd... Wij lopen 2:00 voor daarop. Ja. Dus ik dacht, het zou kunnen dat het om 2:00 s'nachts is. Nogmaals, kleine kans, maar who knows. Oh, nee. 2:00 kwam. Ik dacht, oké. Toen kwam ook 3:00 heb ik het zien worden. En toen dacht ik, ja... Ze gaan hem heus niet om 4:00 s'nachts of zo ineens online gooien, right? Nee. Dat geloofde ik gewoon niet. Dus toen ben ik inderdaad soort van heel hoopvol in mijn bed gaan liggen. Van even een paar uurtjes pakken. Met je ogen open. Ja, alsof. Dus ik ben inderdaad, ik geloof om 3:30 of zo ben ik in bed gaan liggen. Ja, 5:00 er weer uit. Het schiet gewoon niet op. Nee. Toen ik in bed lag, zat ik nog te refreshen. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus inderdaad, ik ben er weer uitgegaan, nog een bak koffie gezet. Die hele ochtend lopen refreshen als een malle. En elke uur dat het verder ging, wist ik van ja, we komen nu echt wel dichterbij. Het werd 7:00, het werd 8:00, het werd 9:00. Ja, nu wordt het echt wel aannemelijk dat die straks een keertje online komt. En mijn zenuwen gingen door het dak heen echt gewoon. Holy shit. Het was echt adrenaline van heb ik jou daar. Nogmaals, ik had heel veel browsers en dingen had ik open. En om iets over 9:00 ging de soort van de queue ging open op de website. Ja, ja, ja. En dat wisten we eigenlijk ook niet echt van tevoren. Ik had daar een vermoeden van, omdat dat heeft Sony eerder gedaan, zo'n queue. Maar we wisten het niet of het zeg maar echt een soort van refresh ding werd... of dat we gewoon in een wachtrij kwamen.
goed. Om 9:05 inderdaad. Ik zag ineens al mijn beeldschermen allemaal wachtrijden. Dus ik dacht, oh man, here we go. Vervolgens inderdaad vrienden en maar ook collega's geappt van jongens, this is not a drill. Het is aan gewoon. Ja, weet je? Here we go. Ja. En dat uur is misschien wel een van de langste uren van mijn leven geweest. Gewoon waarin ik echt, jezus, kom op nou. Dus inderdaad om 10:00, er gebeurde niks. 9:55 ging het echt zeg maar los. En ik was snel. Een van mijn 15 tabbladen, zeg maar, ja. Die was echt holy fuck snel. Terwijl ik nog van al mijn vrienden en collega's ook en zo hoorde van, ja, ik sta nog aan het begin van die ding. Was ik er doorheen. En inderdaad, ik kwam op de website terecht en ik was zo snel dat ik nog niet eens, zeg maar, de post van de PS5 Pro zag. Oh. Dus ik kwam door de wachtrij heen en ik kwam op de website, pure paniek. Want je ziet niks. Pure paniek, want ik zie gewoon niks. Dus ik dacht, wat gebeurt er? Werkt het niet? Moet ik refreshen? En dan kom je opnieuw in de rij waarschijnlijk. Holy fuck. Dus inderdaad, ik heb gerefreshed. En toen dacht ik, kom ik dan opnieuw in de rij? En ik dacht, dat durf ik, want ik heb nog 26 tabbladen. Ik kwam niet opnieuw in de rij. Ik kwam gewoon weer een refresh van de site. Maar ik merkte wel dat de site was echt fucking langzaam. Ja. Dus ik merkte wel van, oké, weet je, inderdaad, iedereen is aan het refreshen en weet ik veel wat. Dus ik kon niks anders doen dan afwachten en refreshen. En dat heb ik een paar minuten moeten doen voordat überhaupt de hele post kwam van PlayStation 5 Pro en 30th Anniversary en weet ik veel wat. Die heb ik letterlijk online zien komen. Jongen. En terwijl dat allemaal gebeurt, het vertrouwen in mij groeit. Want vrienden en collega's zitten nog steeds in die wachtrij. En ik heb al 26 keer gerefreshed, weet je. Ik ben praktisch al klaar, terwijl iedereen nog aan het wachten is. Uiteindelijk, hij komt online. Ik klik hem aan. Ik krijg hem in mijn winkelwagentje. Mijn hartslag, jongen, echt gaat door mijn fucking chest heen. Gewoon trillend. En daarna moet ik inderdaad creditcardgegevens. Maar die staan natuurlijk al opgeslagen in mijn computer. Dus het is echt klik, 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 klik. Ik kan zo snel door. En ik heb alles klaar. En dan heb je helemaal onderop. Je hebt altijd zo'n vinkje wat je dan aan moet doen. Ja. Als voorwaarden en weet ik veel wat. En ik doe dat. En daaronder staat zeg maar je bestelknop. En hij blijft grayed out. Oh, nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus in plaats van dat ik op kan klikken. Ja. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Er was iets. Iets klopte niet of zo. Ja. Dus in mijn paniek, jongen, echt. Ik heb dat natuurlijk wel 6 keer doorgelezen van, hoe bedoel je? Weet je, ik heb alles ingevuld. En ik had alles ingevuld. En wat ik ook probeerde, het bleef grayed out. En ondertussen kwamen ook al mijn andere tabbladen er doorheen. Ik heb het nog snel geprobeerd op een ander tabblad. Kreeg ik hem ook in mijn winkelwagen. Kon ook niet op bestellen drukken. Ondertussen kreeg ik vrienden en collega's om me heen. Die zeiden, ja, ik heb hem, ja, ik heb hem. Wat? Flipmodus. Maar echt complete flipmodus. Ik heb dat, denk ik, 3 kwartier lang soort van blind geprobeerd. En niks. En inderdaad, na 3 kwartier waren ze echt al lang weg. Gewoon. Ik bedoel, het heeft echt bij elkaar 10 minuten geduurd, denk ik, voordat ze allemaal weg waren. En vervolgens heb ik een soort van de test gedaan. Want ik wil uiteraard ook gewoon een normale PS5 Pro. Dus ik heb daarna een normale PlayStation 5 Pro aangeklikt. In mijn winkelwagentje. Vinkje aangeklikt en ik kon op bestellen drukken. Dus er was niks fout in wat ik deed. What? Die site gunde mij gewoon niet. Wat? Die site gunde mij gewoon niet. Want toen je de tweede keer, want je zei je probeerde later op een andere tabblad natuurlijk. Ja. En toen kwam je ook helemaal tot aan het bestelproces. Ja. Dus toen stond er ook nog geen uitverkocht bij. Mm-mm. Nee. Wat raar. Ja. Ik heb uiteindelijk 3 of 4 tabbladen gehad waarin ik hem nog zag. En dat hij niet was uitverkocht. Maar ik kon er dus gewoon niks mee. Ik heb echt lopen schelden. Oh, wow. Als een malle. No go. Dat soort dingen zijn zo fucking zenuwslopend. Oh, maar zuur. Ja. Ja. Zeker inderdaad als mensen om je heen hem dan wel kunnen scoren. Ja. En begrijp me niet verkeerd, dat gun ik iedereen. Ja. Maar ik gun mezelf ook. Ja, tuurlijk. En dat is gewoon heel erg lelijk. Dus ja, dat was een lichte traumatische ervaring. Ja. Daar moet ik wel bij zeggen dat... want daar zie ik heel veel, laat ik maar meteen dat bruggetje maken. Ik zie heel veel soort van misinformatie over wat er gaande is met scalpers op het moment. Op eBay, maar ook op Marktplaats bijvoorbeeld. En ik draai inmiddels al zo lang mee dat ik dit al zo vaak heb gezien. En de media die springt hier bovenop.
Maar wat je ziet op eBay en op Marktplaats is eigenlijk 99% nep. En wat ik daarmee bedoel is dat alle consoles die daarop staan, die worden een soort van handmatig heel erg hoog gehouden in prijs. En dat doen scalpers door te bieden op elkaar, gigantische bedragen te bieden. Ze worden niet verkocht. Dat is sowieso al heel raar om te zien. Sommige worden gewoon 7, 8, 9.000 euro voor geboden. En dan wordt het alsnog niet verkocht. Daar kan je al aan zien dat het nep is. Maar ook sommige consoles worden letterlijk al verkocht. En dat zijn ook gewoon onderling scalpers die dat doen. Zodat het lijkt dat er $5.000, ik noem maar wat, wordt neergeteld voor dit soort apparaten. Straks, als die consoles daadwerkelijk in handen zijn van die scalpers, dan gooien ze online voor 3500. En dan denk jij, wauw, kassa, dit is een koopje en ik koop hem. Terwijl je er eigenlijk nog steeds de hoofdprijs voor betaalt. Ja. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is dat dit gebeurt altijd. Met de 20th anniversary gebeurde dit ook. Met die 500 miljoen gebeurde het ook. We zitten zelfs nog in die soort van pre-order fase. Niemand heeft hem nog. En dus de prijzen die je ziet zijn zo gigantisch veel hoger dan de prijs waarvoor ze straks echt worden verkocht. En als ik het een beetje vergelijk met vorige special edition consoles zoals dit. Je moet een beetje denken aan 20% tot 100% meer wat je betaalt dan de normale prijs. Dan kan je er eentje bemachtigen. Dus dan kan je een beetje uitrekenen. Hij kost 1100. Ik denk dat je hem straks onder de 2000 kan je hem makkelijk vinden. Maar er worden nu gigantische bedragen geboden om dat soort van artificial heel hoog te houden en je denkt dat je een koopje krijgt. Ja, precies. Die hele markt is ergens fascinerend, omdat die scalpers die hebben dat zo in handen dat ze dat dus soort van kunnen doen. Je ziet natuurlijk ook een enkeling die geen scalper is, maar die daadwerkelijk soort van bij toeval of bij mazzel zo'n ding heeft gekregen en hem online gooit. Daarvan zie je ook vaak dat die zetten hem gewoon op bieden bijvoorbeeld. Omdat die zien natuurlijk al die prijzen ook van die scalpers. En die gaan gewoon daarin mee. Dus dan zie je ook van, in hun teksten zeggen ze ook, ja, ik zie dat die zoveel waard is, dat ik hem ook maar verkoop. En dan denk ik, ja, maar je gaat hem niet verkopen voor 5000. Echt, there's no way. Nee. Zelfs niet voor 3500. There's no way. Niemand die hem koopt voor dat geld. Maar dat gaat straks allemaal blijken. Straks gaat dat allemaal als een kaarthuis in elkaar flikkeren. Wacht, als je hem graag nog wil. Ik wil hem ook nog steeds graag. Ik heb een bepaald getal in mijn hoofd wat ik er aan uit wil geven. Ik heb ook een bepaalde periode in mijn hoofd waarin ik denk dat ik kan toeslaan. Jouw prijs heeft wel een rubberen plafond, hè? Is meer rubber dan de gemiddelde gamer. Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb wel een bepaalde range in mijn hoofd, ja, wat ik er aan uit wil geven. En dat komt ook een beetje. En dat is het een beetje goed lullen voor mezelf ook, hoor. Maar de normale kost 800. Ja. Helemaal kaal, zeg maar. En deze kost 1100 met die Edge erbij en weet ik veel wat. Ik had eigenlijk verwacht dat die voor 1300 verkocht zou worden. Ja, maar want volgens mij is die bundel relatief nog best wel goedkoop. Precies, ja. Dat bedoel als ik. Ja. Als je kijkt naar die DualSense Edge die erbij zit. Ja, heel veel mensen die hoeven dat niet, zo'n speciale controle. Dat klopt inderdaad, ja. Maar het is wel een fijne controle. Zeker. Je zou hem eventueel natuurlijk ook kunnen doorverkopen. Je krijgt die bijna met korting dan, toch? Ja, er zit ook nog een oplaadstation bij. Nog wat andere extra dingetjes. Ja. Dus inderdaad, het is een soort van, tussen haakjes zeg ik het, een beetje een goede deal. Ja. En dus ben ik er ook, heb ik er iets minder moeite mee om er ook iets meer aan uit te geven. Ja. Want omdat ik er eigenlijk vanuit ging, we wisten niet wat die ging kosten. Ik dacht, toen ik dus aan het refreshen was, onder de 1500 klik ik sowieso. En eigenlijk had ik in mijn achteraf, wat lul ik nou, onder de 2000 klik ik op ja. En dus dat ik er straks, weet ik veel, ietsje meer voor moet neerleggen. Ja, het is heel jammer. Het zij zo. Je hebt er echt vertrouwen in dat je er eentje gaat scoren? 100%. Ja, je klinkt inderdaad behoorlijk zelfverzekerd. Ja, je hebt een battle plan, dus dat klinkt goed. Ja, 100%. Okay. Ja. Het is heel jammer dat het me niet is gelukt. Daar baal ik er heel erg van. Sterker nog, ik zou je zeggen, in de dagen erna heb ik nog steeds gerefreshed. In de hoop dat er misschien ergens toch nog eentje canceled of zo, in een hoekje van een warehuis stond. En Sony dacht, daar staat er nog eentje rond. Weet ik veel. Je moet er ook rekening mee houden dat bij sommige mensen gaat de creditcard bijvoorbeeld niet door. Wordt die gecanceld, ja, precies, dat soort dingen. Ja. Daar moeten we ook eventjes op wachten. Op 21 november komt deze uit. 2 weken na de normale PlayStation 5 Pro. Dus het zou ook nog wel eens kunnen dat er een paar
cancellations komen. Dus dat je dan misschien... Ik heb alle hoop nog, zeker. Je bent gewoon elke dag nog aan het kijken. Oh ja, meerdere keren. Zo'n beetje muscle memory om toch nog even vijf minuutjes te checken. Ja. Japan, die heeft en het wel. Precies. En ik denk... Maar dit is pure speculatie van mijn kant. Pure speculatie. Maar wat ik denk, als ik het een beetje vergelijk met, nogmaals, die 20th anniversary en ook die 500 miljoen. Als ik een beetje check naar hoeveel er staan op eBay en op Marktplaats en weet ik veel wat. Dan vind ik het heel erg meevallen. Terwijl eigenlijk die prijzen door het dak gaan. Ja. En je zou zeggen, ja, iedereen die een pre-order heeft, is wel heel erg geneigd om hem op eBay te zetten. Want je krijgt echt de hoofdprijs, denkt men. Maar ik vind de aantallen heel erg meevallen. Het zou kunnen dat dit de eerste batch was. En Sony die heeft nu dus dit ding in Japan gedaan, inderdaad. Ja. In Japan heb je een PlayStation Network account nodig met 30 uur aan gameplay erop, voordat je hem kan pre-orderen. Ja, maar ik wil net zeggen, dat is toch best wel... Het is toch veel beter aangepakt dan met de PlayStation 5. Ja, je sluit meteen de mensen veel moeilijker om scalpers... Waarom hadden ze dat niet een weekje eerder bedacht voor Europa en Amerika? Terwijl, weet je, bij ons was het chaos. En in Japan is het allemaal inderdaad... Daar moet je gewoon een soort van je PlayStation Network... Maar hier moet je toch ook... In Nederland moest je ook je... Ja, je hoeft alleen een account te hebben. Je moest alleen inloggen, maar dat was... Voor scalpers is dat natuurlijk nog steeds... Hoeveel uur je hebt gespeeld. Die hebben gewoon... In 30 seconden heb je een PlayStation Network account. Zo moeilijk is het niet. Maar 30 uur erop zetten... Ja. Dat gaat niet. En buiten dat, in Japan is het zelfs nog... Het is voor 3 weken geleden, geloof ik. Ja. Dus het zijn niet eens huidige uren, zeg maar. Dus ze kunnen hem nu niet snel maken en aanzetten. Sinds 2014, dus de release van de PS4 ongeveer... tot inderdaad 3 weken geleden moest je 30 uur hebben. Ja. En dat is best slim. Want dat soort mensen die denken van... Oh, hier kan ik mooi op scoren, want hier zitten veel vragen op. Ik koop even zo'n dingetje en gooi hem op. Dus ze hebben een soort van al die lock gezet op die 30 uur... voordat ze die 30th anniversary hebben aangekondigd. En dat is slim. I applaud Sony. Ja. Now we're thinking. Ja. Maar waarom doen ze dat dan in Japan? Ja. Dus het zou kunnen dat er misschien nog een paar zijn... en dat ze het ook op die manier doen in de rest van de wereld. Ja. Nogmaals, en dat baseer ik alleen maar als ik kijk naar het aanbod. Vind ik weinig. Ik denk niet dat er 12.000 zijn verkocht. Ah. Dat gok ik. Okay. We zullen zien. Dit is een hele lange rant. Ja. maar het zit me hoog. Nee. Okay, heb jij er eentje, Julian? Nee. Ik weet dat iemand van het videoteam er wel eentje heeft. Ja, maar die houdt hem volgens mij netjes in de doos tot hij oud wordt. dat zou ik eerlijk gezegd ook denk ik mee doen. Lekker, ik niet. Ik zou gewoon meegaan. Ik zou kaart rocken, ja echt. Ik ga hem ook gewoon gebruiken. Gewoon maar spelen. Hij had wel de PS5 Pro ook, al was hij best wel lang nog te pre-orderen. Volgens mij zelfs nog 5 uur nadat hij pre-orderde. Nog steeds, hij is niet uitverkocht. Ja, maar heel veel mensen verwachten dat hij snel uitverkocht is, omdat ze het baseren op 2020 met hoe het met de PS5 ging. Die tijd is voorbij, weet je. Ja, ja. Dus, sowieso is dit gewoon niet zo populair als de PlayStation. Nee, echt lang dat ook niet. Nee, ik heb het wel overwogen. In het begin dacht ik van PS5 Pro, een beetje, ik zit goed met mijn PS5. En dan zag ik de Digital Foundry video's en zo. En denk ik, ja, ik heb nu 4 jaar lang lopen roepen hoe kut het is dat we moeten kiezen tussen 4K 30 of Dynamic 60. En nu krijgen we het eindelijk. En dan denk ik van ja, eigenlijk is het wel cool. Precies, zeg je nog mee. Ja, wat wil je nou? Ik twijfel nog. Ik twijfel nog. Maar ja, als iemand die doorgaans het best van het beste wil, begint het wel lastig worden om je nee tegen te zeggen. Ja, ja. Jij hebt het helemaal niet, hè? Jij twijfelt niet eens. Nou, maar ik vind de technologie vet. Okay. En ik snap ook wel dat het een betere versie is. Daarmee maar bedoel je zo, de PSSR? Dat pisser. Ja, ja, precies, pisser. De upscaling techniek inderdaad. In de ja, precies, wat echt in de hardware zit. Ja. En dat trekt me wel, maar ik heb een PlayStation 5. Stel voor dat ik nu die PlayStation 5 zou verkopen, dan krijg je er wat, €350 voor misschien, maximaal. Dan moet je alsnog, want ik wil met disk drive en ik wil een stand. Ching, ching. Maar waarom wil je die stand? Want omdat ik hem altijd rechtop zet. Ja, maar je kan hem nog steeds gewoon zonder stand rechtop zetten. Ja, staat hij niet zo stevig. Je moet geen katten hebben. Ja, want ik merk heel online dat ook heel veel mensen vragen van... En die stand zit er niet bij. Maar dan denk ik van, die stand is ook weer niet zo nodig. Het is voornamelijk een versteviging voor hen. Hè? Mocht je een kat hebben of mocht het langs een hoekje staan waar je veel langs loopt. En vooral die slim is best wel tricky. Want hij is een stuk smaller. Ja. Maar het is niet een must. Nee, dus... het is, dat klopt. Het is niet echt een must. Nee. Ja, maar...
Je kan hem ook altijd nog dan nog steeds liggen. Dan koop je een ding van bijna 1000 euro. Dat zijn de kosten niet. Ik bedoel, dat ding kost 3 tientjes. Lekker belangrijk. Maar, ja, nee, maar in totaal ben je wel 950 euro. Jouw PS5 kwijt. Staat. Dus zou ik gewoon er 600 euro bij moeten lappen... voor een iets verbeterde versie van de PlayStation 5. Want er komen geen andere games op uit. Het is gewoon nog steeds precies hetzelfde ding. Precies. Ja. Dus ja, ik, ik heb geen moeite mee om nee te zeggen tegen die shit. Maar wel geprobeerd om die 30th anniversary. Ja, dat wel. Ja, precies. Kijk, dit is zo typisch. Ja. En jij ook of niet? Stond jij in de wachtrij? Ik heb wel, ik moet eerlijk zeggen, dat ik 2 wachtrijen open had staan. Ja, natuurlijk. Dat is toch wel typisch in inderdaad. Ja, bizar hè. Ja, het werkt zo niet. Toch die FOMO hè? Ja, het is toch die FOMO. Ja, nou goed. Kijk, ik... aan de andere kant, ik had ook wel zoiets van... Ik had ook niet direct zoveel geld nog liggen even. Nee. Het is een flinke bom duiten. Ja, ik moet nog wel wat geld uitgeven aan andere dingen die ik ook graag wil hebben. Nou ja, goed. Niet dus. Maar goed, laten we het hebben over de comment van Jantje de Waal. Oh. En ik dacht, dit is misschien wel iets van Florian. Want hij zegt... Oh nee, het ging over... De originele comment was van Michaelo, 1425. Die zegt, ik ben toevallig afgelopen week opnieuw begonnen aan de originele Ocarina of Time. Via de emulator op de Switch. Toch wel weer heerlijk om weer door al die geniale dungeons te gaan. Het ging natuurlijk vorige keer over Ocarina of Time. Dat het misschien wel een beetje overrated was. En dat de waarde van die game vooral ligt in... wat we eruit hebben gehaald, zeg maar, als gaming-industrie. En wat we daarna hebben gekregen qua games. En Jantje de Waal, die zegt erop... emulator is nice, maat. Ik had die shit op mijn Series X. En toen dacht ik, huh? Toffe Donkey Kong van de Wii U. Ja. Virtual Tennis van de Dreamcast. Heerlijk, werkt het top. Retro Arch. Ja, is dat hoe het heet? Ja. Echter, door een update kan je er geen gebruik meer van maken op de Xbox. Klopt dit? Of enkel met een betaalde versie, want de versie die ik had was gratis. Kon toen maar tot 20 gigangames op. Toen dacht ik, hè? Ja. Op de Xbox Series X? Ja, hij heeft het een beetje over een kleine loophole die er was. En inmiddels is dat inderdaad teruggedraaid. Je kon je Series X, maar ook je Series S... kon je vrij simpel in een soort van dev mode zetten. En daar was een beetje een trucje voor. En daarmee kon je bepaalde unsigned code, noemen we dat... dus niet gesigneerd door Microsoft... kon je afdraaien en daar zaten heel veel limitaties aan. Dus het zijn geen backups en dat soort dingen. Maar wel bijvoorbeeld inderdaad kleine emulators, dat soort dingen. En Series X is natuurlijk een verdomd krachtige console. Ja. Series S is ook verdomd krachtig, zeker voor die emulators die niks nodig hebben. En dus kan je inderdaad met RetroArch, kan je al die emulators kan je draaien op je Xbox. En dat werkte verdomd lekker. Er zijn zelfs mensen die speciaal een Series S hebben gehad. Die is lekker klein natuurlijk. Ja, als emulatormachine. En echt een emulatormachine van gemaakt inderdaad. Oké. Ja, dat was een mogelijkheid. Dat is nog steeds een mogelijkheid. Alleen je moet er nu voor betalen. Microsoft die heeft dat op een gegeven moment een halt toegeroepen. Van de nacht klaar. Want er werd nogmaals een beetje misbruik van gemaakt. Oké, maar aan wie moet je dan betalen? Ja, waar betaal je dan voor? Microsoft betaal je. Oké, dus ze laten het toe via een paywall. Hè? Dat is wel bijzonder. Het is niet alleen een paywall. Je moet zeg maar nu bewijzen dat je daadwerkelijk games maakt. En dan kom je in aanmerking voor dat abonnement. Oh, en dan krijg je dus toegang tot die dev-opties. Ja. Dus echte developers kunnen er nog steeds gebruik van maken. Ja. Maar ze hebben het dus gedaan. Maar de gewone Jan met de pet niet. Oké. Nee. En dus inderdaad, als je dus je console hebt geüpdate... of dat nog niet op je console had staan. Het is dus niet meer ook op de marketplace. Dan heb je het dus niet meer. Nee. Als je dus nog offline bent en dat echt gewoon jouw emulator console was... dan kan dat nog steeds, want die heb je offline en heb je nog steeds. Maar dat kan inderdaad. Ja, Oké. Ja, pretty cool. Ja, nee, goed. Ik
kijk, in het begin denk je van, emulator, weet je, dat zijn van die dingen. Kijk, vroeger dan installeerde ik ook, toen ik in mijn tienerjaren installeerde ik een Nintendo 64 emulator. Dan ging ik Zelda spelen. Op weet je PC of zo bedoel je dan? Op mijn PC, ja. Precies, ja. En dan was het dan, was de ROM, die was dan 28 MB. Ja. En dat duurde dan echt een hele zondag voordat je dat had gedownload. Fucking hell. Oh, yeah. Maar dat is natuurlijk wel een beetje shady. Ja. Ja, aan de andere kant denk ik van ja, als je een Dreamcast ROM gaat emulator gaat ja, ja, wie doe je daar nou pijn mee, zeg maar. Ja, ja, ik vind het ook het is een beetje een grijs gebied of zo. Ja. Nintendo is natuurlijk al heel hard daarin. Zeker dat je geen emulators mag draaien van Nintendo games. Maar ik zie eigenlijk ook wel omdat je het ook via hun eigen systemen kunt emuleren. Dat, precies, ja. Dus inderdaad. Dat ik snap begrijp het wel, ik al een beetje. Maar inderdaad, in het geval van een Dreamcast bijvoorbeeld, die game, daar gebeurt echt gewoon pretty much niks meer mee. Ik zie daar ook niet heel erg het kwaad in of zo. Buiten dat, Dreamcast zelf zijn natuurlijk een uitstervend ras. Die hardware komt er nooit meer bij. Die vallen ook om. Die discs, die kunnen ook niet voor altijd meegaan. Dus dat je dat nu digitaal speelt, weet je, we hebben bijna geen andere optie meer straks. Nee. Dus nogmaals, het is allemaal vrij onschuldig. Ja, het wat dan een beetje een blurry line tussen is het shady of is het game preservation? Precies. Weet je? Dat is ook een beetje vaag. Ja, dus, ik denk bij dat soort oude games, weet je, laten we niet al te moeilijk doen. Nee toch? Ja. Jeez. Ik bedoel, alsof Sega er nog iets aan verdient of zo. Kappen nou. Nintendo is heel uitzonderlijk daarin. Maar ja, precies. Nintendo. Maar Nintendo doet er wel alles aan. Precies, om er nog, die doet er ook nog echt iets mee. Ze zijn deze om al het geld eruit te persen. Ja, zeker. Gisteren toevallig nog hebben ze... Die andere emulator. Ja, hebben ze offline gehaald. En ze zijn nu ook achter YouTube-kanalen aan die games spelen via een emulator. Precies, maar... En dat valt ook een beetje in het grijze gebied, want daar gaan ze te ver. Want ook bijvoorbeeld speedrunners, die gebruiken bijvoorbeeld ook emulators. En de reden daarvoor is, nogmaals, die hardware die is er gewoon niet. Ja. Of is duur, of weet ik veel wat, of werkt niet. Weet je, en dat moet gewoon via een emulator gespeeld worden. En die jongens die streamen dat allemaal. Want die kijken allemaal naar elkaar en het is tof om te zien, right? En Nintendo die wil dat dus niet. Die wil dus letterlijk dat je op je oude NES die Mario aan het spelen. En Ergens snap ik het wel, maar Nintendo kappen. Ja, nou ja, goed. Ja, nou ja, goed. Ja, het is Johnny Peters. Die zegt, goede powerpraat. Wel grappig. Ik zat gisteren de review van Worth a Buy te bekijken over Frostpunk 2. Oh. En Worth a Buy zegt, too bad. Too bad Frostpunk 2 is less of a... Ja, ik denk dat ze bedoelde Frostpunk 2. Ja. Nou ja, laten we dat er even van maken. Okay. Too bad Frostpunk 2 is less of a city builder than 1. En Florian zegt... Wacht even, less than a city builder. Ja, okay. Florian zegt, ja, Frostpunk 2 is meer, meer een city builder dan deel 1. Ja, klopt. Wat is dit? Verschil van mening of zo? Ja, maar dit is niet echt een mening, toch? Ja, ja. Heb je nog veel meer verder gespeeld? Ik heb nog wel een beetje verder gespeeld. Maar ik blijf een beetje bij hetzelfde standpunt. Ik ga hem ook niet meer verder spelen. Ik ben er klaar mee nu. Het is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik vind het leuk tot op een bepaald punt. En dan wordt het me tegen ingewikkeld. En dan ben je me gewoon kwijt. Ja. En dan verlies ik interesse. En dan doe ik nog wel een keertje een nieuw scenario. En dan begin ik weer opnieuw. En dan krijg ik toch wel weer een beetje dat gevoel van... Oh ja, ja, het is toch weer tof. En dan wordt het weer te ingewikkeld. En ja, daar heb ik ook wel last van bij dit soort games inderdaad. Ja, dus ja, nee. Ik blijf een beetje bij mijn standpunt. Maar het is inderdaad bizar dat we op dat punt... verschillen, omdat het is heel raar dat ze zeggen dat het minder is, omdat die game is zoveel groter. Dat heb ik ook vorige keer uitgelegd volgens mij. En dus ook het bouwen heb je veel meer vrijheid in. Normaal gesproken was het echt alleen om die schoorsteen heen. Je kon je echt maar een paar plekjes kiezen eigenlijk. En het maakt ook geen sens om het ergens apart te gaan bouwen, want je hebt die warmte nodig van die schoorsteen. Ja. En in dit geval heb je buizen waarmee je het nou ja, wel een beetje naar eigen smaak kan inrichten. Dus ik snap niet hoe je kan zeggen dat deel 2 minder is dan deel 1 nog. Ja, dat kan ik me niks meer voorstellen eigenlijk. Oké. Okay. Nou, Johnny. Maar verschil van mening, I guess. Ja, verschil van mening. Ja. Nog steeds hele toffe gamer, Johnny. Dus als je het vet vindt, ga checken. Doen. En hij is trouwens ook met jou eens dat hij zichzelf dwingt om nog maar maximaal 2 levels per dag te spelen van Astrobot. Oh ja. Hij wil hem niet uitspelen. Hij wordt zo gelukkig van die game. Ja.
goede aanpak. Ja, jij werd er ook heel gelukkig van, hè? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik moest hem helaas reviewen, dus ik ging er wel met een ander tempo in. Je moest dan helaas reviewen ja, ook. Hè? Ja, ja. Vervelend, hè? Ja, snap ik. Ja, dan maar, moet je er echt doorheen racen, ja. Ja, maar uiteindelijk heb ik hem gewoon platinum gehaald natuurlijk. Ja. Alles eruit geperst. En ergens moest nog even wat extra gameplay beelden van een vette video waar we aan werken opnemen. Okay. Nou, als je dan wel opnieuw door het lift gaat, ja. Het leuk, hè? Toch wel weer opnieuw vrolijk. Ik vind het ook van. Leuk, hoor. Ja. Dus ja, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook wel leuk. Ik snap heel goed wat hij zegt. En daar tot die conclusie kwamen we een beetje, geloof ik, dat er komen gewoon weinig van dit soort games uit. Ja. En dus inderdaad, als er dan zo'n game is die zo leuk is, dan cherish je hem ook echt. Absoluut. En wil je hem inderdaad eigenlijk, zoals jij zegt, niet reviewen. Maar je hem compleet op je gemak. En zo heb ik hem ook gespeeld inderdaad. Ik heb echt stapje voor stapje steeds een uurtje of twee uurtjes heb ik even gespeeld. En zo ook de platinum gehaald. Want ik wilde gewoon niet dat het stopte. Nee, ik vind het gewoon zo leuk. Ja. En ik vind het oprecht jammer nu ook dat ik alles heb gedaan. Ik heb alles ontdekt. Ik heb alle robotjes. Ja, dat is, ik vond het heel jammer, hè? En nu, ja, sta ik in die wereld van, fuck. Ja. En nu is er niks meer. Nee, maar er komt nog wel wat. Ja. Het komt volgend jaar pas. Eind dit jaar nog. Ja. Ja. Ik dacht dat pas... Die speedrun levels zijn dat. En wat volgens mij een handjevol extra botjes, geloof ik. Ja, 10 extra bots en wat van die challenge levels inderdaad. Ja, klopt. Oké. Dat is leuk. Nee, dus die ga ik ook zeker wel spelen. Absoluut. Niet challenge levels, dat worden toch time trials. Ja, precies. Ja. Challenge. Maar dat moet dan. Ik hoop dat het niveau iets moeilijker wordt daarin, in die DLC. Want eigenlijk alleen. Is dit een spoiler? Nee, is niet echt spoiler. Je kan eigenlijk zeggen, alleen die allerlaatste. De allerlaatste. Die je nog unlockt, zeg maar. Als je goed half uurtje mee bezig geweest. Exact. Ja. Die is best pittig. Ja. En toen had ik eigenlijk voor het eerst echt het gevoel van: oké. Nu word ik uitgedaagd. Even van gaan verzitten. Want ken je de ripsnorten van... Oh. Oké, je kent hem. Oh, ik moet... het is true up in my mouth a little bit. Maar daar heb ik niet maar een half uurtje over gedaan. Nee, daar ik ook niet. Dagen over ik heb, gedaan. Denk ik, aan gameplay tijd heb ik de 8 uur, 10 uur ingestapt, denk ik. Alleen dat level. Was dat. Voor de mensen die niet weten, de ripsnorter die zat in... Sackboy. Ja. Big Adventure, hoe heet die weer? Sackboy A Big Adventure. Precies. Die zat toch in de laatste Sackboy? Ja. Dat is Sackboy A Big Adventure. Oh ja. En daar zat inderdaad... Die game was ook niet moeilijk. Maar daar zat inderdaad één level in, die ripsnorder. En dat was zo. Echt, jezus. Nou, dat was echt een hel. Maar die was voornamelijk moeilijk, omdat het een fucking lang level is. Klopt. En als je dan één keer doodgaat, dan begin je helemaal opnieuw. En de challenge levels van Astrobot, die zijn... Veel korter. Die zijn echt heel kort. Eigenlijk te kort, Bij Astrobot moet je ook opnieuw beginnen inderdaad, maar het is lang niet zo lang. Nee, dus het is ook niet zo punishing. Dat was het probleem inderdaad bij Ripsnorder, dat je was zeg maar halverwege het level en het... Je kan je gewoon niet zo lang, zo diep concentreren, zeg maar. Nee. Ergens in die minuten lang dat je bezig bent, gaan je gedachten... En ben je fucked. Ja, dat level is gestoord, man. Dus zo hard gaat het niet. Maar in dat laatste level had ik wel zoiets van... Oké, ik zou graag meer van dit soort levels willen zien. Zeker. Waar ik ietsje langer mee bezig ben. Waar ik een paar keer op moet schelden. Ja, zeker. Ik heb vloeken, joh. Dat maakt het ook wel weer grappig. Dat Astrobot eigenlijk dat die range wel heeft voor mensen die het... Die uitdaging wel wat meer willen. Ik vond het een hele leuke verrassing. Omdat inderdaad, die game is gewoon echt niet moeilijk. En op een gegeven moment denk je echt van... Oké, nou heb ik echt alles gehad. Dat wordt een soort van duidelijk gemaakt. Ook door al die dingen die je van die PlayStation erin moet proppen. En weet je hebt al die wereldjes gehad. Je hebt al die robotjes gered. En je denkt echt gewoon, oké, ik ben er. En dan komt er toch nog één dingetje. Dat is lekker. En toen dacht ik, wat is deze dan? En toen greep het me toch nog eventjes van fuck you. Ja, dat is lekker. Dat vond ik heel erg leuk, ja zeker. Dus hopelijk wat meer daarvan in de DLC. Ja. 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 Ben jij er al helemaal doorheen? Nee. Ik heb te veel leven. Jij hebt te veel leven momenteel. Gamers hebben daar af en toe last van. Ik werd zondag... Man. Want kijk, ik kijk dus het hele weekend kijk ik al uit naar... zondag, want daar zou ik dan eigenlijk gewoon even flink wat uurtjes kunnen gamen. Mm-hmm. En die zondag die vloog voorbij. En op een gegeven moment was ik om 9:15 s'avonds of 9:30 was ik aan het afwassen. En ik had geen seconde stilgezeten. En Theresa, wat is er? Ik zei, ik ben chagrijnig. ik had veel meer willen gamen. En nu kan ik misschien een uurtje
En dan moet ik weer gaan slapen morgen weer vroeg op. Ik echt gewoon pissig van. Ik vond het echt heel kut. Ik heb echt een topweekend gehad. Ja. Zoveel leuke dingen. Maar dan is het aan het einde, mis je gewoon tijd. Even die, dat dat is echt heel kut. Ja. En dat is wel een beetje het verhaal van de afgelopen week. Ik vind het echt een beetje, beetje medelijden met mezelf. Ja. Nee, ik ben dus nu... ik sta tegelijkertijd met Therese op en die staat heel vroeg op, want die werkt in Den Haag. En dan is zij weg en dan doe ik even de PlayStation. 'S Ochtends vroeg? Ja. Oh. Even een half uurtje of zo? Of, Ja, nog even vanochtend nog een half uurtje FIFA gespeeld. Ik voel me net een soort van crackverslaafd of zo. Die dan gewoon... Elke half uurtje. Zo'n alcoholist, weet je. Die beginnen ook iemand al zo vroeg. Iemand kijkt even niet en handen op het Nou ja, goed, fuck it. Maar dat... maar Astrobot wilde ik dus ook nog even spelen. Want ik wilde dus... eergisteren... Toen was ik ook al zo vroeg opgestaan. Toen dacht ik, dan kan ik nog even een potje FIFA spelen. Want die heeft me helemaal te pakken, joh. Dit FC 25. Ja, okay. Nou, het begin van die games is altijd zo leuk. Omdat je dan bezig bent met je team te maken. En dat pakt me heel erg. Dus die nieuwe kaartjes. En dan kan je weer sparen voor muntjes. En dan ben je nog redelijk opgewassen tegen teams van andere spelers. Maar op een gegeven moment gaan die daar zoveel tijd in steken. En geld. Dat je dan tegen allemaal insane spelers te spelen komt. En dan op een gegeven moment dan haak ik af. Want dan is het niet eerlijk meer en is het gewoon pay to win. Mm-hmm. Maar nu is het heel erg leuk. En ik ben er ook veel meer ingedoken in de gameplay zelf. Okay. En ik ben gewoon jarenlang FIFA speel ik elk jaar. Maar bepaalde knoppencombinaties heb ik nooit echt ontdekt. Maar ik ben er nu achter gekomen. Want ik op een gegeven moment dacht ik van... hoe kan ik nou... Ik wil gewoon een lage voorzet geven. Vroeger was het gewoon twee keer knopje indrukken. En dat was op een gegeven moment weg. En toen ben ik het maar opgehouden met proberen. Gewoon jarenlang. Okay. En nu weet ik weer hoe ik een lage voorzet... gewoon even ingedrukt en dan nog een keer indrukken. Dan heb je een lage voorzet. Maar en zo zijn er wel meer dingen waarvan ik denk van... wacht even. Je kan nu bijvoorbeeld ook beter even dribbelen met de LB ingedrukt of L1. En dan kan je even in het strafschopgebied even indrukken... en dan even om de tackles heen wippen. En dan zag je dat aan andere spelers doen of zo? Of hoe weet je dit? Dan kijk even gewoon op internet. Wat zijn nou echt de dingen die je moet weten? Ben jij echt... Ik wilde net zeggen FC 25 tips en tricks aan het googlen, ja? Ja, fuck it. Ja, maar dat geeft je zoveel plezier. De host van de PowerPraat, Google. Dat geeft je tricks. Ja, maar hoe moet je het dan? Er zijn inmiddels 100.001 dingetjes die je kan weten van die game. Maar wat werkt het nou het beste? Daar heb ik eigenlijk echt niet zelf 100 uur in steken om dat allemaal uit te vinden. Dat google ik gewoon even, weet je. Kijken wat de meta is. Maar dat is een tippie. En als je dus een goede speler hebt die je een goede dieptepaas kan geven, dat wist ik dus ook niet. Als je met L2, voor de mensen die dus FIFA spelen, jullie kijken me echt aan van fuck die shit. L2 ingedrukt en dan de steekbal. Ja. Nee, dat is een beetje een soort van een modifier van crazy shit. Dus Dus als je de L2 ingedrukt houdt en de bal komt voor, dan doe je een omhaal of een zieke flip of wat dan ook. Maar als je dus een hele goede trucjesknop is het. Een hele goede pasende speler hebt, zoals Kevin De Bruyne of Fernandes. Vroeger nog meer Fernandes? Dat is toch een drankje? Ook, ja. Ja. The fuck? Dan druk je even op L2 en dan de steekpaas. En dan doet hij de steekpaas met een soort van curve. Dan om de verdediger heen. Nou, game changer. Dat is wel echt crazy. Ja. Met L2 dat, dus. Dat is dus de crazy shit modifier. Dat is met L2? Fuck you guys. Oh, dat is de crazy shit modifier inderdaad. Oké. Okay. Nice. Fuck you guys. Maar vet. Dus jij zit 's ochtends op websites tips en tricks op te zoeken van FIFA 25. Ja, ik lig in bed, zie ik allemaal YouTube-video's te bekijken. En dan vind je er eentje en dan loop je snel de trap af naar beneden. Van, deze ga ik proberen. Je kent toch die meme, zeg maar, dat die vrouw naast die man ligt. Oh, ja. You must be thinking about other women. Denk over L2. The crazy shit motherfucker. Doen in FIFA 25. Arme terrein. Ja, lach maar. Er zijn heel veel luisteraars van deze PowerPraat zijn niet mee geholpen. Oké. Want ik dacht al, want ik
was aan het pissen en toen dacht ik... wat is dit voor bruggetje? Net voordat we begonnen dacht ik van... Ik moet eigenlijk... Ik heb niet zo heel veel gespeeld. Wat ik heb gespeeld, dat interesseert hun niet. Maar ik moet er toch al even iets over zeggen. Natuurlijk. Toen dacht ik, wat kan ik nou... Nou, jullie zijn niet de enige die hier naar luisteren. Er zijn ook andere mensen. En die hebben misschien wel wat aan dit soort tips. Vier mensen hebben we gehoord, toch? Die hebben gestemd op de poll. Wat ook handig is, als je dan die L1 ingedrukt houdt... Is nou L1 of L2? Nou ben ik in de L1, de Crazy Shit Modifier is L2. Dat is L2, ja. Maar je kan een speed boost krijgen, druk je de L1 in. En als je daarna de R2 indrukt, dus dat is de... Oh, jongen, dat is wel echt vingergymnastiek. Dat is de sprintknop, doe je een speed boost. Jongens... Heb je over Rocket League? Of? Mensen die FC25 tips waarderen, laat het gewoon even weten. En sorry voor deze ongecultiveerde klootzakjes. Sorry. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik hoor wel dingen dat ik dacht van... Oké, ik weet dat ik niks wist over FIFA, maar ik wist echt helemaal niks. Want er zijn dingen die je kunt. Ik vind het wel stiekem een beetje interessant. Ja. Vooral die Crazy Shit Modifier. Op de L2. Ja, dat wist je dus niet, hè? Nee. Ik vind Fernandes lekker. Ja, Bruno Fernandes? Dat vind ik heerlijk. Laten we het eens even hebben over, want we hebben nog wel even de tijd. Of heb je nog dingen gespeeld, Florian? Niet heel veel anders dan vorige keer. Inderdaad nog wat Frostpunk. Ja. Astrobot op Platinum gezet. Ik moest nog een DLC doen van Vampire Survivors, heb ik gedaan. Ja. Dat was ook heel erg leuk trouwens. Oh mijn god. Okay. Het zijn adventures. Hou hem op. Waar jij het net over had. Dat je een soort van opnieuw begint met je hele team. En dus een soort van weer opnieuw helemaal moet doen. Ja, ja. Dat zit ook in die DLC. Dus je doet een soort van adventure. En dan wordt een soort van alles wordt weer van je gestript. En moet je een soort van opnieuw beginnen. Ah, dat triggerde me. Het is een soort van nieuw game plus. Maar dan met nieuwe content. Is het dan nieuw game? Nee, het lijkt niet eens op. Nee, het staat nergens op. Maar het was erg leuk. En voor de rest... Nee man, ik ben alleen maar een refresher geweest. En jij? Ik doe altijd nog wel Predecessor. Wat potjes hier en daar. Dat is die MOBA shooter, toch? MOBA shooter zou ik het niet noemen. Het is wel eigenlijk gewoon een MOBA. Een beetje vergelijkbaar met Smite. Third-person MOBA. Ja, third-person MOBA. En het is eigenlijk een letterlijke reïncarnatie van Paragon. En dat was een MOBA van Epic Games. Daar hebben ze in 2018 de stekker uitgetrokken. Omdat ze konden nog niet echt hun weg vinden met die game. En er kwam een game dat heette Fortnite. En dat werd heel populair. Jo. En Epic dacht van, weet je wat... We trekken hier de stek uit en we gooien gewoon alle mannenmacht op Fortnite. Want that's where the money is at. Dat is een goede gok. Dus zeker. Alleen, ik speelde die game toen. Ik vond het leuk. Helaas werd de stekker eruit getrokken. Ja. Ja. Maar wat ze wel hebben gedaan is alle assets van die hele game vrijgeven. Gratis op het internet. Mm-hmm. En er waren een aantal studios die gingen ermee aan de slag. En volgens mij van de 5 projecten die er liepen, zijn er 4 gesneuveld. Predecessor is als enige over. Die is nu op Xbox, PlayStation en PC. Okay. En dat speel ik soms een potje tussendoor. En ergens ben ik begonnen aan The Last of Us Part 1. Die is nu op PS Plus. Ah, juist. Ja. Ik heb er 2 uur in zitten. Ik heb nog geen combat gehad, want ik zit alleen maar in de fotomode. Had je dat nooit gespeeld? Ik heb de remaster gespeeld, maar niet de part 1, zeg maar. Ah, juist. Nee. Okay. Maar ik ben alleen maar bezig met de fotomode, want ik maak veel foto's in games. En deze fotomode is fantastisch. Dus ik heb nog niet eens combat gehad. Game ziet er gruwelijk mooi uit. Ja, het is niet normaal. Insane. Ja. Dus ik ga voorlopig. Is het echt de moeite waard om daar nog eens een keer in te gaan? Ik vind het underrated wel hoor. Ik dacht wauw, dit is eigenlijk nog best wel heel nice geworden. Het is natuurlijk een remake geworden, niet een remaster. Het ligt er een beetje aan welke versie je hebt gespeeld. Qua verhaal vond ik The Last of Us Part 1 beter dan Part 2. Mm-hmm. Alleen qua gameplay vond ik het gewoon minder goed. Ja. Het is mal meer Last of Us Part 2. Gameplay zeker beter, ja. 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 Maar je hebt het origineel gespeeld op de PS3 of zo? Ja, heb je daarna de remake niet gespeeld op de PS4? De remaster. Inderdaad, de remaster. De heruitgave. Weet ik eigenlijk niet. Want dan zou ik het wel aan. Inderdaad, dan is het een flinke upgrade weer inderdaad. Ja. Ik heb ook al want hij ziet er eigenlijk gewoon uit als part 2, zeg maar. Praktisch. En dat is heel mooi. Ja, volgens mij heb ik hem gewoon de laatste keer gespeeld op de PlayStation 3. Ja, dan zou ik het zeker doen. Ja. Heb je PS Plus? Extra? Nee. Maandje nemen. Scheelt je geld. Dan als je de game PS5 Pro'tje erbij. Oh.
Niet. Nee joh, wanneer moet ik je, wanneer krijg ik een... Oh, je hebt op zondag maar een uurtje om te spelen. Ja, daarom heb ik een pro nodig. Jeetje, ja, Predecessor dus. Ja. Maar is het een early access game? Het was een hele tijd een early access. En ze zijn op de nacht van Gamescom Opening Night Live, ze zaten toen ook een hele matige trailer, helaas. Waar ze aankondigden van, we gaan nu naar 1.0. En dit is voornamelijk om extra veel spelers aan te trekken. Want op Xbox bijvoorbeeld, dan kom je echt in een beta-tapje terecht, totdat je uit Early Access gaat. En dan pas ben je vindt waarbij de rest van de free-to-play games. Dus dat soort dingen waren voor hun heel belangrijk om uit Early Access te gaan. En de studio, Omeda Studios, wordt gerund door een gast die eerst voorheen een Paragon YouTuber was. Dus hij maakte constant content rondom die game. En hij is dus nu de CEO geworden van... Wow. Dat vind ik wel interessant. Dan heb je dus echt een speler, zeg maar. Die ja, een fan die ja, aan het roer staat. Inderdaad. Ja, en dat is dat vind ik wel interessant. Ik volg ze echt al 4 jaar. En dus dat het nu uit is... ik ben blij voor ze. Het ook beter worden? Of valt het altijd? Ja, nee. Ze doen goede updates. Ze hadden bijvoorbeeld begin dit jaar, rond december, gingen ze in een soort van closed beta voor PS5. En die duurde tot begin januari. En alle spelers waren van, ja, maar dan gaat het beter eruit. En dan verlies je al die spelers en zo. Waarom verleng je hem niet of gewoon of zo? Toen hadden ze het eerst nog verlengd tot eind januari. Toen waren spelers van, ja, maar je maakt nu een fout. Want je gaat nu spelers verliezen. Als je over 5 maanden pas weer een nieuwe beta hebt. Of in early access voor console gaat. Wie zegt dat die spelers dan niet terugkomen? En hebben ze 2 dagen later hebben ze gezegd van, weet je wat? De beta blijft nu gewoon indefinitely lopen tot de 1.0. Dat soort dingen, dan merk je wel, dat soort goede keus. Dat is wel luisteren naar de community. Er moet nog steeds wel aangesleuteld worden. Het is een beginnend studio wat dat betreft, maar hoopvol. Ja, oké. Okay. Is het beter dan Deadlock? Van Valve? Niet te vergelijken. Deadlock heeft wel echt dusdanig zijn eigen smoel. Kijk, je kan beter Predecessor vergelijken met Smite. Want Smite is ook een third-person MOBA. In essentie zijn die games hetzelfde. Ik zou alleen zeggen dat Predecessor grafisch wat beter is. En wat meer verticaliteit, wat meer actievoller. Okay. Zo te zeggen. Dus ja. Okay. Interesting. Ja. Ik dacht, omdat we niet zo heel veel hebben gespeeld, zo between the three of us. Laten we eens even kijken naar wat er nog aankomt dit jaar. Ah, lijstje. Ja, kom maar. Ja. Want gisteren, ik was aan het streamen, toen vroeg iemand, waar kijk je nou echt naar uit dit jaar? En je wist gewoon het antwoord. En ik drew some blanks there. Yep. Ja. Om eens even in zijn wouters te spreken. want Assassin's Creed Shadows is ook uitgesteld. Ja, de volgend jaar voor mij. Ja. Dus dacht ik van, we moeten ergens een beetje naar uitkijken. Dus laten we nu even door het lijstje gaan. Kijken of we ergens blij van worden. Gooi ze erin. Oké, we beginnen met oktober. Er zijn natuurlijk al een paar dagen geweest. Zoals Little Survivors is uitgekomen op PC. Master Detective Archives Raincoat Plus. Je mag gast, noem even een game op waar we naar uitkijken. Nee, maar als ik dit zeg, dan komt er straks een game waarvan je denkt... Oh, die was zo bij de game zo aangekondigd. Helemaal vergeten. Ja. Predator Hunting Grounds is ook uit. Die bestaat al. Man. Oh, misschien op PC ook, was die al dan... Misschien een PS5 versie of zo. Jeez. Bagger toch? Oké, nou, Until Dawn. Oh ja. Die remake, toch? Jeez, maar die ziet er wel echt stukken beter uit. Ik zag die comparison video, toen dacht ik, nou, daar zit toch wel meer moeite in. Ziet er vet uit. Ja. Die komt morgen uit, op 4 oktober. Kijk aan. Diablo 4 Vessel of Hatred komt ook uit op 8 oktober. Dat is dinsdag. Ik heb Diablo wel veel gespeeld in het begin. Maar ik heb hem uitgespeeld en daarna was voor mij een beetje de kous af. Ja, oké. Okay. Ik heb hem niet uitgespeeld. Maar wel 10, 15. Zin in meer content? Nou, ik vond die trailer wel echt gruwelijk. Ja, die trailer was gruwelijk. Alleen, ik heb niet zoiets van, ik ga er nog eens een keertje mee aan de slag. Maar ik hoor van Enno, die speelt het nog wel regelmatig. Oké. Okay. Dat het dat er veel meer mogelijkheden bij komen. Maar ik vond de mogelijkheden best wel al veel eigenlijk. Dus voor mij hoeft het niet per se. Maar misschien start ik hem nog een keertje op. Silent Hill 2 komt ook op dezelfde dag uit. Ook nog. Ziet er ook heel tof uit. Kijk ik persoonlijk niet heel erg naar uit. Joh. Maar... nee. Nee, jij? Nee. Nou, nee. Had ik daar echt... Zou je verbazen? Ja. Het is een typische cheat game. Ja. Nou, zal ik de rest dan wel wat sneller gaan? Duck Paradox, Amber Isle, Fantasy Life 1, The Girl Who Steals Time op de Switch. Dragon Ball Sparking Zero, komt ook uit op 11 oktober. Ja. Europa, 11 oktober. Europa? Europa. En Duncan, die wordt blij van Metaphor Refantasio. Ik ook.
Jij ook? Ja. 11 oktober komt hij ook uit. Ja. Blije geluiden. Nou, waarom word je daar blij van? Zou kunnen dat ik aan het spelen ben. Oh. Oké. Helemaal reviewen. Nee. Ja. Verder weet ik niet zo goed of ik... Ja, wat je embargo... of je dingen mag zeggen. Ik heb geen embargo. Ik heb geen NDA. Maar ik ben wel met die lijstjes op trip geweest en zo. Dus ik hou even wijselijk gewoon mijn mond dicht. Ik heb een leuk stuk van jou gelezen in de PU. Juist. Ja, dat was mijn preview inderdaad. Tenminste, ik heb het niet gelezen, want het interesseert me echt geen fuck. Nee, maar, dat snap ik. Maar het zag er wel leuk uit. Juist. Precies. Ja. Dank je. Sorry. Starship Troopers Extermination, die zat in Early Access. En komt in 11 oktober. Die wordt best wel goed... Op Steam wordt die best wel goed ontvangen. Ja. Box Game Undisputed... komt uit op 11 oktober ook. Schijnt best wel. Zitten we nog steeds op 11 oktober? Ja, maar in het einde van oktober, dan gaat het pas echt los. Just Dance 2025 edition komt uit. Yes. Neva komt ook uit op 15 oktober. Ja. Die Spaanse game. Ja, dat is pretty cool. Van de makers van Gris. Van Gris, inderdaad. Gris. Gris is het? Ja, want het is Spaans. Jacques zegt altijd Gris, op Gris dus. Ja, dat is in het Frans, zeg je Gris. Ja. Maar het zijn Spaanse mensen. Dus, ziet er heel mooi uit, die game. Ja. New World Eternum. Dat is waarschijnlijk dan een DLC of zo. Age of Empires voor de mobiel komt uit. A Quiet Place, The Road Ahead. MacWarrior 5. Super Mario Party. Jamboree! Op 17 oktober komt hij uit. Ja? Ja, waarom niet? Ben je een Mario Party mannetje? Ja, mijn Switch is letterlijk een party game console geworden. Ik heb alleen nog maar party games erop geïnstalleerd staan. Ja, soms ik ken Pokémon. Het is wel slim, ja. Want als je een keer mensen over de vloer hebt... Daarom, ik zat laatst denk van... ga ik die 30 anniversary PS5 controller al die DualSense, gewoon die normale... Toen dacht ik van, ja, waarom? Wat moet ik met 4 DualSenses? Als mensen over de vloer zijn, dan willen ze niet op de PS5. Ik heb de 3 nu. Jeetje, een Edge en een... Weet je wat ik mis? Ik mis die party games van de PlayStation... dat je met je telefoon aan kon sluiten. Dat was ook best leuk, ja. Met dat mannetje en je kan allemaal een gek poppetje kiezen en met je eigen hoofd erop en zo. Hoe heette dat ook weer? Hoe heette dat nou? Het was ook tof. Was in ieder geval iets met It's You of zo? Ja, It's You. Oeh, ja. Ja. Damn. Maar ja, die Mario Party, leuk joh. Dat is gewoon lachen om met dat maat te doen. Dat is überhaupt niet op de PlayStation 5 geweest, toch? Alleen op de PlayStation 4. Ja, PlayStation 4, ja. That's You. That's You, inderdaad. Juist. Ja, dat was best geinig. That's Human, die hadden ook een trivia quiz. Hadden die ook. Dat was ook heel erg leuk. Oh ja. Wel jammer dat dat niet meer is. Maar ja, Mario Party is de perfecte party game. Ja, right? Inderdaad, lekker vriendschappen verbreken. Met een paar maten over de vloer. Tuurlijk. Ja, is leuk. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Unleashed. Ja, nee, een heel gek stijltje is dat ineens, hè? Zo. Ja. Dat komt uit op 18 oktober voor de mensen die wel geïnteresseerd zijn. En dit is misschien wel wat voor jou, Florian. Batman Arkham Shadow. Ja. Op de Quest 3. Ziet er vet uit. 22 oktober komt die uit. Yep. Kijk je daar naar uit? Ja. Ik ook. Het is wel interessant wat daar uit gaat komen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. We hebben een andere Batman ding gehad op PlayStation VR. En dat was geinig. Maar dat waren echt een beetje nog van die tech. Ja, maar dat was inderdaad het begin van VR eigenlijk. Dus ja, ik ben benieuwd. Want inderdaad, Batman in VR, op papier klinkt dat zeker geniaal. Ja. Dus als ze er daadwerkelijk iets leuks mee gaan doen... Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Oké. Ja. Dan hebben we daarover gesproken trouwens. En dat verbaast me. Sorry, even tussendoor. Dat verbaast me best wel tijdens State of Play. We krijgen dus ook Metro Awakening. Voor PlayStation ziet er 2. Ook heel vet dat uit trouwens. Echt, holy shit. Holy moly. En ze gaan die Hitman World of Assassination. En die interactiviteit van die wereld zag er echt... holy fuck, dat zijn 21 locaties. Dat komt soort van uit Hitman 1, 2 en 3. Ja. En dat is dus gigantisch veel content. En die kan je ook helemaal in VR spelen. Ik bedoel... Het is vet hoor. Holy shit. Ja, klein scheetje van opwinding kwam er wel. Ja, je hebt nu toevallig twee VR-enthousiasten aan tafel zitten. Het werkt dus wel goed met stealth games natuurlijk, VR. Dan is Hitman perfect. Ja? Ja, als het gewoon wat rustig is inderdaad. Ja. Dan werkt het. Maar Metro ook. Ja. Zo. Fuck. Ik wil niet zeggen... Ik heb dat helemaal niet gezien. Die moet je zien. Metro Awakening. Grafisch voor een VR-game is het insane. Nee, joh. Ik wil niet zeggen dat het Half-Life Alyx is, maar... Zo, ik kreeg wel inderdaad zo'n gevoel van, dit kan er wel in de buurt komen. Ja, volgende VR-view wordt heel interessant, denk ik. Ja. Oké. Okay, even tussendoor. Call of Duty Black Ops 6 komt ook uit, 25 oktober. Hyped? Op de zombies. Ah, oh ja. Multiplayer voel ik niks voor. Je hebt altijd wel hyped, hè? Om niet moment voel ik echt... Ik
zie dat online. Oh, precies, hij, hè? Je kan dat soort van Max Payne-achtige... Ja, ik vind het heel janky en druk uitzien. Max Payne-achtig? Ja, dat soort van duiken. Wat je die omni-directional dingen. Ik zie mensen in het rond springen, duiken, liggen. Ja. Ik denk van, is het kut? Ja? Ik heb het nog niet gespeeld, maar als ik de gameplay zo zie... dan weet je dat er gewoon die sweats aankomen, weet je wel. Die dan natuurlijk veel te goed in worden. Ik zie het niet zitten. Singleplayer, zombies, kom maar door. Ach joh, je hebt skill-based matchmaking, joh. Dan heb je er geen zorgen om. Dat is voor de mensen die er heel goed in worden, is dat super irritant, dat skill-based matchmaking. Omdat ze dan de hele tijd tegen betere spelers. Dus dan hebben ze niet die power trip. Dus je wordt ergens heel... Mensen houden van die power trip. Je wordt ergens heel erg goed in, maar je kan het eigenlijk nooit gebruiken, omdat je dus met andere mensen met dezelfde skill... Dus wordt veel gematcht. Mensen zullen ook een nieuwe account misschien aanmaken, zodat we weer... Dus dan krijg je dus... Mensen zijn er heel erg... Die zijn er heel erg boos over die skill-based matchmaking de hele tijd. Mm-hmm. Dus ze willen liever gewoon lobby's waarin je gewoon iedereen afmaakt. Precies, is het geen keuze. Maar dat is toch, kan je niet best kiezen. Wel bijzonder eigenlijk dat je gewoon dat ze boos worden omdat ze niet als een god kunnen voelen of zo in een online shooter. Ja, ik snap het. Ik snap het wel. Ik snap het wel, maar aan de andere kant denk ik van ja, maar gast, je bent gewoon ja, maar goed. Je zou de keuze moeten hebben gewoon. Dat inderdaad, als je wil werken aan je skills, dat je dan inderdaad tegen hoog niveau spelers kan spelen. Maar als je inderdaad even je power trip wil hebben, dat je gewoon zegt, kom maar op die noobs. Ja, maar toch, is dat leuk voor de noobs? Ja, maar dat als het een enkele is... Ja, oké. Okay. Dat geeft het niet, toch? Ja, maar wat je dus... Als het dus inderdaad gemengd is, dan... Ja. Right? Ik weet niet hoe dat zit in Warzone, maar volgens mij kun je dan gewoon lekker Warzone spelen. Dan kun je lekker noobs afslachten, maar... Volgens mij, dat zal ook wel weer zijn dat met skill-based matchmaking. Ik weet er niet al te veel vanaf. Dezelfde dag dat Black Ops 6 uitkomt, komt ook Sonic... X Shadow Generations uit. 25 oktober. Yeah. Dat is een vrijdag. Life is Strange Double Exposure komt ook uit op 29 oktober. Ja, dat is wel een beetje iets voor jou toch, Floor? Ik vind Life is Strange heel cool. Maar ik ben er ook een beetje klaar mee of zo. Oh. En dat komt eigenlijk een beetje... Ik weet niet. Ik vond die eerste vond ik echt heel sterk. Heel vet. Die tweede vond ik... Wel oké. Okay. En bij die... Oh, heet die ook weer? True Colors? True Colors? Living Colors? Nee, True Colors. Dat was weer iets anders inderdaad. dat vond ik al een soort van echt niet meer... Ik weet niet. Een soort van de magic is eraf voor me of zo. Dus bij deze ook... Deze gaat wel weer wat meer terug naar die eerste. Waardoor ik wel ergens weer een beetje getriggerd word. Maar ik ja, wat ik zeg, die magic is er een beetje af voor. Ze volgen heel erg een formule, heb ik het een beetje. Ja, en die graphics zijn altijd een beetje hetzelfde. Ja. En die muziek. En, het is weer een doopje, weer een gimmick. Ik vond het echt heel vet, maar het piekte heel erg voor me. En daarna... Het is net mijn gevoel, want ik heb eigenlijk alleen maar episode 1 gespeeld van Life is Strange. Okay, voor mijn gevoel, als ik die trailers en die andere games, hebben ze... raakten ze een bepaalde snaar in deel 1. Ja. En dat willen ze nu heel het hercreëren, heb ik het gevoel. En dat lukt niet helemaal of zo. Ja. Beetje datzelfde, dat vind ik ook. Ja, een beetje aan hetzelfde haakje gaan hangen. Ja. Dragon Age komt ook nog uit, The Veilguard, op 31 oktober. Daar kijk ik toch wel naar uit. Ja, al moet ik wel zeggen dat dat stijltje... Het is erg ruw allemaal. Ja. Ik denk dat het niet best is als het uitkomt. Ik heb ook een beetje mijn twijfels over de Veilguard, maar vooruit. Ja. Diezelfde dag komt ook Horizon Zero Dawn Remastered uit, trouwens. Ja. Oh, okay. Dan, november. Planet Coaster 2, baby! Nu je het zegt trouwens, daar ben ik wel echt enthousiast voor. Ja, die co-op modus, holy shit, dat is echt iets wat ik wil. Dat is wel tof. Ja. Ja, daar kijk ik ook heel erg naar uit. 6 november komt die uit. Dat is de dag dat mijn lichtje... Mag. Best snel, zeg maar kort na de eerste aankondiging, of niet? Was echt 2-3 maanden geleden of zo? Ja, maar ik vraag me af of het... ze zullen wel heel erg lang mee bezig zijn, maar ik vraag me af of ze dit gaan halen. Voor mij, ik weet niet, ik heb een soort van gek gevoel hierover. Dat maar het uitgesteld is. Ja, nee, inderdaad wat Ruan zegt, dat het zo snel is. Ja. Het voelt een beetje nep aan of zo. Oh ja, nou, vaak is dat juist een beter teken dan als een game 2 jaar voor release wordt aangekondigd, zou ik zeggen. Ja.
Maar wat komt er nog meer in Planet Coaster 2? Want ik heb helemaal niks van gezien. Ik heb alleen van mensen gehoord van... Oh, je kunt co-op dingen doen. Dat en waterparken is een, ja, gaat een heel groot, ja, ja. Gaat een heel groot onderdeel worden. En een andere engine of zo? Zijn er... Dat weet ik niet. Oef. De technische, niet het fijne weet ik er verder niet van. Want is het dan niet een beetje mager voor alleen waterparken erbij? Ja, ik boil het nu down naar iets heel simpels. Precies. Twee functies, maar het zal waarschijnlijk... Ik heb er ook niet zoveel in gedoken. Ik hoorde co-op en ik dacht, top, wil ik. Toppie. Ja. Oké, okay, nou iets wat ook wel iets voor jou is, Ruan. Magical Bakery. Ik hoorde het voor het eerst, maar ja, sure. Ja. Ja. Klinkt okay. Fantastisch. Komt op dezelfde dag uit. Is het een soort van simulator-achtige game? Brownie simulator. Ik hou van janky simulators namelijk. ik denk het. Ik weet het niet. Het komt wel echt op alle platformen uit. Oké. Okay. Mario & Luigi Brothership komt ook uit op 7 november. Ja. Op de Switch. Hmm. Dat is iets... ja, dat zal vast wel mensen zullen er blijven worden, maar ik niet. Ja, niet per se op tegen, maar ook niet hype. Maar ja, jullie zullen het niet spelen, want op diezelfde dag komt Metro Awakening uit. Ja, en op dezelfde dag komt de PS5 Pro uit. Oh, is dat zo? Ja, 7 november. Oh. Ja, dan krijg je hem dus ook... heb je de normale PlayStation 5 Pro wel besteld? Jazeker. Oh, oké. Okay. Dus die krijg je wel binnen op 7 november. Okay, ja. Is Metro Awakening, is dat alleen voor Quest Exclusive, PC of ook PS5? Nee, PlayStation VR 2. Oké, okay, nice. Ja, van alles. Oké, okay, dat is wel nice. Hell ja. Dan komt op 12 november Farming Simulator uit. Ja. Behemoth komt uit op de Quest 3. Ook dacht ik het over die tracker had die op de Gamescom stond. Ja. Behemoth. Ja, het is echt een super populaire game, dat Farming Simulator. Zeker. Vooral in Duitsland inderdaad, op de een of andere manier. Gek, hè? Als je binnen kunt lopen, dan heb je altijd die Farming Simulator staan. Ja. Nee, je hebt dus Jaraski. Ik ken hem best wel persoonlijk, omdat ik best wel veel met hem op Call of Duty trip zijn. Dat was een Call of Duty creator, maar hij is toen op een gegeven moment begonnen met Farming Simulator. Dat is insane populair. Serie. Ja, op zijn YouTube kanaal. Nee. Ja, dat is heel grappig. Ja. Ik ben daar nooit gewoon echt. Ik heb het nooit bekeken ook of zo. Misschien als ik het echt eens bekijk, dat ik denk, het is inderdaad best wel leuk. Ik heb er nu zo'n gek idee over of zo. Ik heb het één keer een video gezien van vier gasten die dat. Want je kan het dus co-op spelen. Oké. Okay, en dat ze dan samen op de boerderij aan het werk waren, weet je. Eentje was het graan aan het snijden met de machine. Ja, andere reed er met een vrachtwagen achteraan. Hmm. Dat klinkt misschien wel grappig als je dat een avondje met wat maten doet of ja, zo. Ja, misschien wel, ja. Ja. Maar dan doe je het dan speel je het meer om het een beetje in de zeik te nemen of zo. Ik weet niet. Ik denk dat je dan wel het beste kan spelen dat je het wel een beetje serieus en een Goede boer zeggen, wil zijn, inderdaad. Ja. Dan denk ik dat je er nog best wel wat uit kan halen. Maar goed, ik ben er net zo bekend mee als jullie. Dat je dus met elkaar poep op elkaar gaat gooien of zo. Dat, ik denk niet ik denk dat het dan snel klaar is. Maar, met mods misschien. Ja. Ja. Dragon Quest 3 HD 2-Day Remake komt ook uit op 14 november. Lego Horizon Adventures komt ook uit op 14 november. Ja, stiekem wel zin in. Ja, dat is wel geinig, denk ik. Dat lijkt me ook wel leuk, ja. Path of Exile komt in Early Access ook op 15 november. Oh, ja. Er zijn heel veel mensen best wel enthousiast over. Die. Ze weet je die Diablo-killer, toch? Free-to-play volgens mij, ja, toch? Precies. Free-to-play Diablo-killer, ja, inderdaad. Dat zie je heel vaak terug. Ja. Mensen die er enthousiast over zijn. En dit is misschien wel degene waar ik het meest in uitkijk dit jaar. Microsoft Flight Simulator 2024. Ja. Komt 19 november uit. Ik kijk er insane uit. Ik kijk er ook naar uit, omdat het wordt eindelijk een game. Ja. Halleluja. Ja. Echt, dat ik bij die vorige, ik vond het zo vet. De techniek en zo is zo cool, maar het is zo boring. Ja. En nu eindelijk lijkt het erop dat ze het smeuïg maken. Opdrachtjes, taakjes, missies. Ja, dit is voor mij ook. Ja, ik ga elke keer weer aan op Microsoft Flight Simulator en dan speel ik het. Ja. Ik hoop wel dat ze de performance een beetje aanpakken. Want de laatste keer dat ik Flight Simulator speelde op mijn Series X, had ik zoveel frame drops dat ik dacht van dat ik gewoon misselijk van werd. Want ik ging dus proberen over mijn eigen huis te vliegen. Maar hij stond nog in real time. Dus het was spits. En het was 's avonds. En ik zag geen enkele fuck. Alleen maar lampjes. En er waren ook gekke settings en zo. Waarbij je soort van ook nog extra maps kon downloaden met betere textures. En klopt. Wat waardoor die game en nog dat gaat in de honderden gigabytes. Precies. Want dan krijg je echt een foto. Maar wat ik eigenlijk niet zo goed weet van deze nieuwe is of het net zo groot is opgezet als de vorige. Is het weer de hele wereld en zo? Volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Dus het is eigenlijk hetzelfde als de vorige, maar dan
nog veel meer. Ja, maar dus dan kan je dus missies doen en je kan. Oh, ja. God, dus nou, dat lijkt me ook echt heel erg vet. Ik kijk er ontzettend naar uit. En ook in november nog Stalker 2 Heart of Chernobyl. Chernobyl, ja. Ja. Lijkt me ook vet. Zeker. Komt dus niet uit op de PlayStation. Huh? Oh ja, is dat een Xbox exclusive? Nee, er was toch iets timed exclusive, toch? Oh, timed exclusive wel. Ik dacht dat iets meer was dat ze niet konden uitbrengen, maar. Oh. Nou. Geen ja, idee. Misschien had ik dat ook dan anders. En december komt er dan aan. Marvel Rivals komt dan nog uit op 6 december. En Indiana Jones and the Great Circle. Oh, yes. Natuurlijk. Wanneer komt die? 9 december. 9 december. En een maandje later op PS5, toch? Januari? Dat zou best kunnen. Ik kan weet die niet. Nee, wel iets langer, toch? Volgens mij vrij kort. Volgens mij januari, februari. Maar, ja. Oh. Ja. Ja, dat lijkt me ook. Je hebt niet het lijstje van januari toevallig. Nee. Of in december. Okay, wacht, ik kan wel even kijken. Wacht. Goed, maakt niet uit. Maar oké, 9 december. Ja, Indiana Jones lijkt me ook heel erg leuk. Ja. Ik voel het iets minder omdat het first person is. Ik heb precies hetzelfde. Ik hou gewoon niet van die view. Nee. Zeker niet in zo'n game. Nee. En ook als ik naar de trailers kijk, dan denk ik, ja, wat is sommige shit onhandig in first person? En dan heb ik het vooral over de battles. Het doet me een beetje denken aan GTA of Red Dead in first person. Dat voelt ook net niet of zo. Ja. Hmm. Ja. In april komt die uit. Oh, oké, dat is nog wel een tijdje. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook wel cool of zo dat ze iets anders proberen. Zeker. Want misschien had het inderdaad anders iets te veel op Uncharted of Tomb Raider geleken. Ik denk dat dat de reden is. Dat zal misschien een grote factor zijn geweest. Hebben meegeholpen. Maar ik weet niet of ik het persoonlijk vet vind. Nee. Zeg maar ik snap de beslissing wel. Ja, en ik ben heel benieuwd naar die game. Fair. Het lijkt me. Nou, ik denk dat eerst Indiana Jones, daarna Microsoft Flight Simulator. Ik denk dat Indiana Jones bij mij wel bovenaan staat. Vooral ook omdat het door Machine Games wordt gemaakt. Ja. Wolfenstein was fantastisch. En hoe ze dat verhaal hebben gedaan. Nu hebben ze eigenlijk nog iconischer franchise. Zeker. Hebben ze nu. Ik denk dat ze wel wat kunnen daar. En melee attacks in first person is altijd een beetje janky deluxe. Ja. Ja. Maar ik denk maar dat ook ze het bepaalde wel gaan. Traversal shit is ook onhandig in first person. Die puzzels zijn dan weer wel cool in first zegt person. Zegt Mr. VR. Nou, ik vind het wel heel jarring dat als je in bijvoorbeeld VR werkt het weer wel, zeg maar. Ja. Dan is het wel natuurlijke. Ja. Ja. Nou, ik kijk ontzettend uit. Oh mijn god, doe mij inderdaad een aangepaste versie voor VR. Oeh. Holy shit. Dat je even zelf met die zweep slagen. Ik wil indie zijn. Sorry Troy Baker, maar ik ben indie. Hell yeah. Now we're talking. Nou ja, misschien komt het wel. Zal ik het vragen? Ik ga er binnenkort. Stuur even een mailtje. Ja, bel Troy even. En ook nog in december komt Alien Rogue Incursion op de PlayStation VR 2, Steam VR en Quest 3. Wordt er ook komen heel best wel wat VR games uit de komende tijd. Ja, daarom zei ik inderdaad. Ik was blij verrast. Ja. Oké. Okay. Er zijn ook nog een aantal games die geen datum hebben in 2024, zoals Ark 2. Wat best wel een knijter van een game is. Maar dat gaat niet meer gebeuren dan dit jaar, toch? Dat is een beetje gek. Ze zeiden van wel, maar die gaat dit jaar niet meer halen, denk ik. Oké. Okay. The Wolf Among Us 2. Oh ja. Die hele series. Komt ook nog. Die moet ook nog komen. Ja, zoveel zijn er niet meer die interessant zijn in ieder geval. Killer Bean. Oh ja, die game was helemaal... Infinity Nikki. Oh, Infinity Nikki. God, echt, ja. Man, die trailers. En Goat Simulator Remastered. Oh ja, fantastische trailer trouwens. Oké, als we dit nu allemaal hebben bekeken, wat zijn jullie, wat is jullie top 3? Ik weet niet eens, eentje. Mag het een top 1 zijn? Echt? Top 1 dan? Dan weet ik het alsnog niet. Nee. Het zijn allemaal wel oké games die je opnoemt, maar er is niet voor mij echt één klapper die er echt zo uit. Die op release moeten hebben of zo. Het was eigenlijk voor mij inderdaad Shadows, same. Assassin's Creed. Ja. Daar had ik best wel zin in. Eind dit jaar. Ik dacht, dat wordt een beetje mijn eindejaar game. Ja, same. Plus, ik hoopte dat die heel vet zou zijn op PlayStation 5 Pro. Dus ik dacht, misschien is dat een beetje een soort van poch game. Van, hey, vet, daarvoor heb ik hem. Ja, nou wordt hij uitgesteld. Ja, dat is inderdaad jammer. Dus nu weet ik het niet zo goed eigenlijk. Nee. Dus, maar ik vind het ook eigenlijk niet zo erg, want ik heb nog steeds een gigantische backlog. Ja. Die moet jij ook hebben als je maar 1 uur in de week kan spelen. Dus wat dat betreft is het niet zo erg. Ja. Maar nee, ik vind het niet zo heel boeiend, zeg maar, persoonlijk. Het zijn goede games.
Metro ben ik wel. Oké, Metro. Dan zeg ik Metro. Maar dat komt gewoon omdat ik ben die VR-nerd. Ja. En jij? Ja, ik sta eigenlijk behoorlijk achter Florian wat dat betreft. Er zijn niet echt meer games. Shadows was voor mij de game inderdaad die ik dit jaar lekker ging platten en even een goede 50, 60 uur in ging stappen. Precies, maar ja, daar had ik er al zin in. Ja. Helaas niet, inderdaad. Ja. Ik denk dat mijn laptopje niet de Metro VR game aan kan. Ik speel wel echt nog meermaals per week speel ik nog steeds Beat Saber. Okay. Ja. Maar voor die game moet ik denk ik wel een nieuwe PC hebben. Dus die moet ook even blijven liggen. Ja, misschien even iets casuals zoals die Lego Horizon game. Dat lijkt me ook wel leuk. Dat raakt een beetje datzelfde vlak als wat Astrobot deed. Dat je even lekker verstand op nul, even een casual game vooral speelt. Vooral in co-op. Ja. Is wel leuk, denk ik. Voel ik wel enigszins wat vormen om dat nou op nummer 1 te plaatsen. Ja, dat... Het voelt verkeerd of zo. Ja, ja. En okay, wat ik dus eerder zei... Het algemene sentiment over het einde van 2024 is dus eigenlijk gewoon... Nee, ja. Nou, niet voor mij. Maar er zijn goede games. Ik zeker, bedoel, ja. Stalker is inderdaad heel erg vet. Weet ik veel wat je... Dragon... Dragon Age. Dat kan je heel vet vinden. Dus er zijn wel goede Dragon games. Quest Remake. Planet Coaster 2. Oh ja, Planet... Oké, okay, ja. Sure. Ja, ik vind het ook niet zo top 1. Die zou ik dan op 3 of zo plaatsen. Nee. Voor mij Super Mario Party is ook leuk. Voor mij is leuk, het gewoon Indiana Jones. Nee, Planet Coaster 2 op 1... Ja. En op 2 Indiana Jones. En op 3 Microsoft Flight Simulator. Oké, fair. Ja. Nou, dat zijn alle drie goede games. Dan doe ik Metro, Indiana Jones en Flight Simulator. Oké, het wordt gewoon een topjaar. Ja. Het einde van het jaar wordt gewoon fantastisch. Volgend jaar wordt wel een heel live game, ja. Weer. Maar dat zeggen we elk jaar ook, hè? Nou, dit jaar was het niet. Vorig jaar was wel zowaar insane. Ja. 23 was echt heel sick. Het was, vooral februari was een gestoorde maand, weet ik nog heel goed. Maar dit jaar was het... Het begon vrij sterk dit jaar. Het najaar is gewoon een beetje moi of zo. Ja. Het najaar is moi. Ja. Het najaar is een beetje moi. Ik zei net dat het gewoon top zou worden. Ja, maar je hebt gewoon niet zo gelijk. Dus nee, je hebt het gewoon... Trek wij het even recht, dat zeggen we gewoon de waarheid hier. Oké, nou ja, goed. Welke gaan in de poll komen dan? Laten we direct even... Ja, ik wil wel weten inderdaad wat men vet vindt. Nou, Indiana Jones gaat er Indiana Jones gaat erin. Ik denk dat je Metro er niet eens in hoeft te zetten. Nee. Want anderhalve mensen hebben dat een zijn bij vooral. VR headset. Ja, precies. Twee stemmen voor ons. Het is toch alweer 50%. misschien even die Mario game. Ja, Jamboree! Zeker. Mario Party of de Brothership? Nee, Party dan toch? Ik denk dat we nu veel mensen boos maken. Maar ik persoonlijk kijk ik meer naar Jamboree dan Mario en Luigi. Heb je maar een x-aantal opties, zeg ja, maar, denk in je wel. Yo, ja, je denkt het wel. Ja, ik denk het wel. 16 ja. opties. Een hele lijst erin smijten. Ah, jezus. Stalker moet er ook in. Dragon Age moet erin. Oh ja, Dragon Age, ja. Het zijn best wel aardig wat gamepjes. Maar misschien moeten we dit buiten de uitzending doen, niet tijdens de uitzending. Ja, nee, want dan gaan mensen zeggen van... Nou, maar die van mij zit er niet in. Maar dat hebben we nu al bepaald, dus ze kunnen niks meer zeggen. Oh, juist. Flight Simulator er ook in? Ja, waarom natuurlijk. Niet? Dus gek. Ja, oké. Nou, weet je wat? Er zullen ook niet veel mensen voor kiezen, denk ik. Maar... Doe normaal. Fantastische game. Oké, dus dan doe ik Mario Party wel dan erin. Ja. Oké, en Horizon, Lego Horizon dan ook? Of niet? Ja, sure. Ja. Geen VR-games, dat is bullshit. Niemand heeft zo'n ding. Oké, nou doen we het zo. Ja? Ja, ik ben heel benieuwd. Stem allemaal, mensen. Ja, laat het weten. Ja. Oh ja, dan doe ik Mario. Mario en Luigi moet er ook nog even tussen. Of Call of Duty Black Ops moet er ook in. Oh, ja. Man. Ja. Nee, goed. Eigenlijk we maken wel een keuze. Je ziet het wel. Je ziet het wel. en als je game er niet tussen staat, kan je me altijd in de comments gooien. Ja, natuurlijk. Ja, dat is sowieso. Kom je terug in de comments van maak de week. Je gewoon een top 20 of zo. Ja. Uitschelen. Ah, nou. Ja, was dat hem? Ja, dat was diepe hem. Diepe zucht van klaar. Oh, binnenkort gaan we even vooruitkijken dan. 2025. Dat lijkt me ook wel. Ah, oké. Ja. Ja, dat is gek. Okay. Nou, bedankt dat jullie er weer waren. Graag gedaan. En voor de mensen die hebben gekeken en geluisterd, dank jullie wel. Dat wordt zeer gewaardeerd. Waarderen we, ja. Probeer absoluut. Even die poll in te vullen als je het überhaupt met een van de opties eens bent. Waar kunnen ze die vinden dan, überhaupt? Ja, op Spotify. Oh, ja. Oh, ja. Ah, okay. En daar kan ik een poll invullen, ja. Ah, right, okay. En, laten we voor de 5 stemmen gaan. Ik ga hem stiekem invullen. Ik wou net zeggen, we hebben wel 5 stemmen. Ja? Doen jullie ook? Ja, zeker.
Het was gewoon omdat ik het een anderhalve week nadat hij online kwam of zo, heb ik hem pas online gezet. Mm. Zoiets. Nou goed, bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken. Ja, vergeet geen comment achter te laten, want misschien word je wel comment van de week. Want die kans is zo klein. Want we noemen eigenlijk iedereen die een comment laat, bijna. Nee, dat is niet waar. Maar, dat is zo klein. Tot de volgende. Nog kleiner dan een 30th anniversary request. Ja. Oh, ja, ik verbaas me nog dat je niet zo salty bent erover. Ik dacht echt dat je super gebroken man zou zijn. Maar we zijn inmiddels een week verder. Ja. En je was 3 dagen lang echt super salty. Ja. Ja, okay. Inmiddels, je hebt nu een battle plan. Ah, oké. Okay, ja, ik heb een battle plan. Oké. Okay. Geen zorgen. Is goed. Nou, tot over 2 weken. Dan zijn we er weer. Volgende week is Martin er weer met zijn crew. Ja, zie je over 2 weken dan. Doei.